Kijkers, welkom weer vanuit het Manitobaplein in Vriezenveen. En nu niet binnen, maar buiten. En kijkt u eens rond en u heeft er al wat van gezien. We staan hier niet alleen op het bordes bij het gemeentehuis. We staan hier met mensen van... Sobeco. En welkom. U bent met veel mensen gekomen en u heeft allemaal borden in de... omhoog. En ja. Ja, jullie zijn een beetje rustig. En toen ik binnenkwam, toen was het een hoop kabaal. Maar niet bang zijn van de camera. Het is nu de mogelijkheid om iets duidelijk te maken aan onze kijkers. Ja. Waarom zijn jullie er hier vanavond? En wat is de bedoeling en wat willen jullie bereiken? Het zijn eigenlijk drie vragen. Ja. Nou ja, waarom zijn wij hier? We zijn hier met heel veel mensen van onze organisatie gekomen. En niet alleen mensen die bij ons in dienst zijn, maar ook zeker ook alle mensen die allemaal meer bij ons werken. En als je ook goed kijkt op de borden, zie je ook staan Sobeco verbindt. En dat staat eigenlijk voor de combinatie waarin wij werken. Allemaal mensen uit verschillende gemeenten samen. En wij zien ook gewoon dat juist dat de kracht is van Sobeco. Nou ja, en zoals de meeste mensen ook weten, is de afgelopen weken heel veel in het nieuws geweest rondom Sobeco. En dat staat nu ook op de agenda hier in de gemeenteraad. In ieder geval in eerste instantie de jaarstukken. Maar wij zien dat er gewoon al stappen worden ondernomen in het proces om na te denken over hoe ziet die toekomst eruit over Sobeco. Nou ja, en wij zien eigenlijk dat wij, nou ja, tot nu toe, wij willen gewoon zorgen dat die raden meer geïnformeerd worden over wat houdt deze stappen nou eigenlijk in. Wij willen ze ook vanavond oproepen van laat je goed informeren. Maar ook vooral dat wij gewoon achteraf niet te horen krijgen van hadden we hier al maar eerder gestaan. Wij zien dat het nu al tijd is om daar gewoon ook aandacht voor te vragen. En dat begint ook gewoon vanavond hier al met alle collega's samen. En nou ja, daar staan we voor en daar maken we ook gebruik van. Okay. Gaan jullie ook nog inspreken vanavond tijdens de raadsdebatten? Ja, vanavond staat onder andere de jaarstukken op de agenda en de begroting. Daar gaan we op inspreken, want wat daaruit naar voren zal komen, zal ook zijn dat wij gewoon een goed presterend bedrijf zijn. En dit willen we ook even benadrukken, dat daar ook goed naar wordt gekeken voordat de keuze wordt gemaakt voor iets anders. Dat men ook beseft van wat men eigenlijk daarmee achterlaat. Duidelijk, een duidelijk verhaal. Ik hoor wel, uiteraard volg ik het, ik hoor wel vanuit de bestuurderskant dat de garantie gegeven wordt voor de banen van de mensen. Ja. Zijn jullie daar een beetje sceptisch over dan? Geloven jullie dat niet? Nou ja, baangarantie en loongarantie is één ding. Maar wij weten ook dat onze mensen ook heel veel baat hebben bij alle andere omgevingsfactoren die daarbij spelen. De begeleiding, de werkplek waar ze zitten, de aansturing, de manier van werken, hoe we dat kennen binnen onze organisatie. Dus het gaat niet alleen maar sec om die baangarantie, om die loongarantie. Het gaat om het totale pakketje, het totale plaatje. En dat is iets wat wij bij ons hebben in de organisatie en waar wij hopen dat goed naar gekeken wordt, wat daar gewoon in meegenomen kan worden en wat gewoon behouden kan worden. Het gaat ons niet zozeer om onze structuur, om onze eigen organisatie. Het gaat erom wat doen we goed en laten we dat vooral voor onze medewerkers behouden, zodat er ook zoveel mogelijk mensen uit die participatiewet ook geholpen kunnen worden. Daar gaat het om. Oké, nou, duidelijk verhaal. Fijn dat u even naar voren wilde komen om namens al deze mensen het woord te doen. Ik denk dat de boodschap duidelijk overkomt. En misschien helpt het vanavond. Ik wens jullie allemaal veel succes in om jullie doelstelling te behalen. Het is belangrijk. Het is niet de eerste keer dat ik mensen van de Sobeco tegenkom op een bordes of ergens anders. Veel succes. En we gaan het zien hoe deze gemeenteraad van Twenterand er tegenover staat. Oké, en nog even de borden omhoog en een beetje geluid, hè? Oké. Goed, volgens mij is het 19:30. En open ik als voorzitter van deze raadsdebatten de raadsdebatten. Ik heet u, raadsleden, collegeleden. Van harte welkom, ook u op de tribune van harte welkom en ook als u meekijkt, meeluistert, wil ik u van harte welkom heten bij deze raadsdebatten. Er staan vanavond drie onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp is evaluatie pilot koopzondag van 23 december 2018. Het tweede onderwerp is verhogen kostendekkendheid sport. Dat zijn ook twee onderwerpen waar de raad een besluit over moet nemen in de raadsvergaderingen.
En als derde de zienswijze jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van Soweco. En dat is een onderwerp overleg met het college. Toch even voor de goede orde. Agendapunten die niet voor 11 uur vanavond afgerond kunnen worden, worden morgen behandeld op 12 juni. Maar we streven ernaar dat we toch alle drie de onderwerpen vanavond afgehandeld kunnen worden. Anders gaan we morgen gewoon weer verder. Dan ga ik nu naar het eerste agendapunt. Het agendapunt evaluatie pilot koopzondag 23 december 2018. Er hebben zich drie insprekers gemeld. En zoals u weet, en ook even voor de goede orde voor de insprekers, u krijgt 5 minuten de tijd om uw verhaal te doen. Er is het verzoek aan u gedaan om uw bijdrage op papier te zetten, zodat het toegevoegd kan worden aan het verslag van deze vergadering. En dat ook de raadsleden dat kunnen lezen. En vervolgens krijgt de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen. De eerste inspreker is de heer Veld, bestuurslid van het Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Friese-Veense Wijk. Die zal namens AZB inspreken. De tweede inspreker is de heer Engbuts, die zal inspreken namens de Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Friese-Veen. En de derde inspreker is de heer Wessels, die op persoonlijke titel zal inspreken. En ik geef eerst de heer Veld het woord. Als u voor uw linker microfoon, ik moest even heel diep nadenken, voor mij rechts, voor u links. U wordt geholpen. Het werkt. Aan u het woord. Dank u wel. Geachte volksvertegenwoordigers van de gehele gemeente Twenterand, het bestuur van ondernemersvereniging Algemeen Zakelijk Belang te Westerhaar-Friese-Veense Wijk heeft aanvankelijk via een persbericht te horen gekregen dat het college ervoor kiest de verordening winkeltijden aan te willen passen voor onze gemeente en dus ook voor ons dorp. Uit de online peiling die in april is gehouden en de gespreksavond daarop volgende het punt in Vromshoop komt naar voren dat de mening over de koopzondag in het dorp en tussen de inwoners, ondernemers en kerken verschilt, was het citaat in het persbericht. Hierbij wil ik toch graag een aantal kanttekeningen plaatsen. Ten eerste zult u met mij eens zijn dat bij elke enquête de tegenstanders zich meer laten horen dan de voorstanders. Of het nu gaat om de gele hesjes, de beweging, of de Zwarte Piet, of de megastallen, de tegenstanders hoor je meer. Ten tweede zou het wel bijzonder zijn geweest als de aanwezige predikanten verder voorstanders van koopzondag waren geweest. De tegenstanders voor zondagopening zijn echter veel verder richting de voorstanders andersom. En mijn oproep is eigenlijk, laten we alsjeblieft elkaars mening respecteren. Op 17 oktober 2018 werd tijdens de vergadering van het platform Detailhandel als reactie op de motie koopzondagen gevraagd dat de mening van de 4 besturen, Algemeen Zakelijk Belang, de Hamiet en Am, ondernemend Vromshoop en VOV in deze is. Het volgende is hiertoe meegedeeld. Den Ham was onbekend, want u waren niet aanwezig. Vromshoop zei ja, Friese-Veen zei nee en Westerhaar zei nee, de supermarkt neigt naar ja. Wethouder Harmsen geeft in het persbericht ook aan, ik weet ook wel wat er leeft binnen de gemeente en heb ook respect voor ieder standpunt hierin. Wel vind ik dat als ze zo'n peiling doen, je ook daadwerkelijk met de uitkomst aan de slag moet. En dat hebben we gedaan. Het bestuur van AZB kan ze niet vinden in de huidige voorstel van het college en wel om de volgende redenen. Er wordt volgens ons een splitsing in de gemeente gemaakt, terwijl we toch graag het tegenovergestelde willen bereiken. We gaan toch niet terug naar de tijd dat Vromshoop en Westerhaar neerbuigend werden behandeld door de toenmalige gemeente Den Ham en Friese-Veen. Een ondernemer in Den Ham, punt 2, of Friese-Veen die wel open wil op zondag, kan op deze dag niet ondernemen. Laat de ondernemers ondernemen, zij kennen hun marktgebied als geen ander en weten echt wel of zondagopening loont of niet. En om rechtsongelijkheid te voorkomen, is het standpunt van het bestuur van Algemeen Zakelijk Belang daarom dat alle winkels in Twenterand open mogen of allemaal dicht moeten. Ook opteren wij voor openstelling op elke zondag, dus niet 6 keer per jaar. Kijk hierbij ook naar omliggende gemeentes als Wierden, Ommen, Hardenberg, Almelo en Tubbergen. En wat te denken van de diverse bezorgservices, bol.com, Coolblue, ah.nl en de vele couriersdiensten, MAG, UPC, etc. die op zondag onze gehele domein doorkruisen. Of gaan we op zondag onze gemeentegrenzen sluiten en posteren we op elke invalweg een BOA? Ik denk het niet. Gelukkig hebben we ook niet zoveel BOA's. Gezien het bovenstaande snapt ons bestuur niet waarom er vanuit het college zoveel haast is met het nemen van een besluit over de koopzondagen. Neem er iets meer de tijd voor en neem dan een besluit wat recht doet en het gelijkheidsbeginsel.
Dat was mijn deel met mij. Dank u wel voor uw inbreng. Ja. En ik ga dan vanuit u het op papier heeft. Ik kijk naar de raadsleden. Heeft iemand een vraag? Kijk links, kijk rechts. Dan was uw verhaal helder. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Engbert. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte raad. Op 23 april 2019, jongstleden, zijn wij door de wethouder uitgenodigd om samen met andere kerkraden en winkeliersverenigingen de uitkomsten van de enquête te ontvangen. Op deze avond zijn de uitkomsten besproken zoals deze te vinden zijn in de bijlage van dit debat. Echter valt ons op dat er op 23 april nog gesproken werd over de geënquêteerden die op papier de enquête hadden ingevuld. Deze moesten toen nog verwerkt worden. Echter is het aantal geënquêteerden niet veranderd en is 4280 het aantal dat op 23 april jongstleden genoemd werd als de online ingediende enquêtes. Moeten de schriftelijke ingediende enquêtes nog altijd verwerkt worden? En waarom wordt hiervan geen melding gemaakt? Naar ons inzien is de uitkomst van de enquête duidelijk, waar de meerderheid een helder signaal heeft laten horen en geen behoefte voelt voor een koopzondag. Ook op 23 april hebben wij als christelijke gemeente gewezen op Gods woord, de Bijbel. Hierin lezen wij dat God zelf, als de schepper van hemel en aarde, de rustdag heeft ingesteld. Een dag om te rusten van al ons werk en een dag om de Here te dienen. Hij belooft en geeft ons ook zijn zegen als we ons houden aan zijn wet. Wanneer we de rustdag houden en God alleen dienen. Gods wet is goed voor de hele samenleving op velerlei terreinen. Als onze schepper heeft hij recht op ons leven. Daarom is het niet om het even wat wij doen of niet doen. God heeft zijn eigen zoon gezonden naar deze aarde om mensen als u en ik te verlossen. Om ons te redden van de dood. Opdat wij na het sterven met hem eeuwig zouden leven. Jezus Christus is redder van zondige mensen. Hij is gestorven, maar ook weer opgestaan en is teruggekeerd naar God de Vader in de hemel. Jezus Christus is opgestaan uit de dood op de eerste dag van de week, de zondag. Daarom gedenken wij met en vanaf de vroege kerk de opstanding van hem. Echter gedenken wij niet alleen op zondag, maar wij verwachten ook. Wij verwachten de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde. Dan zal hij ons allen oordelen en zullen wij rekenschap moeten geven van alles wat wij gedaan en niet gedaan hebben. Ook hierom geldt dat het niet om het even is wat wij doen en niet doen. Tot de dag dat Jezus Christus terugkomt naar deze aarde, mag het evangelie elke zondag nog doorgegeven worden. Dat Jezus Christus Gods Zoon is en redder van verloren mensen. Daarom roepen wij de gemeenteraad op om de zondag te gebruiken om God te dienen, waar de mensen kunnen rusten van hun werk. Want dan zal God u zegenen. Dat ook het besluit genomen mag worden met het besef dat God alles ziet en u en ik eenmaal aan hem rekenschap moeten geven. Wij wensen u veel wijsheid en God zegen toe. Dank u wel. Dan kijk ik de raad rond of iemand een vraag heeft. Zo niet. Dank u wel. Dan ga ik sluiten u uw bijdrage op papier heeft. Ook meegenomen kan worden. Op papier. Kan dat? Ja, dat wordt daar. En dan ga ik naar de heer Wessels. Ja, hij kan zo blijven staan, denk ik. Ja. Zolang er geen raadslid is die een vraag stelt, dan kan de inspreker. Meneer Wessels, aan u het woord. Goedenavond, college en aanwezigen. Ik zeg bij voorbaat, al wat er net voor mij gezegd is, onderschrijf ik 100%. De Bijbelse noties betreffen het onderwerp van deze avond, namelijk het vierde gebod, zes dagen werk, zevende rustdag. Alles wat met de zeer van christelijk moet verdwijnen, zo lijkt het. Maar ik spreek privé, maar denk voor velen de mening te vertolken van de mensen met besef van bovenstaande notie,
Het zij veel of weinig, waarom moet dit zo nodig? Is er ook gevraagd aan de mensen die zondags willen werken? Dat bedoel ik namelijk in de personele sfeer die daarvoor op moeten draven. Of alleen aan die paar zaken die dat zo nodig moeten voor de omzet, om die te kunnen vergroten ten koste van het kleine bedrijf. Collega's die hier niet onverlegen zitten en voor extra moeite en kosten en dwang voor hun personeel moeten opdraaien in het licht van dit voorstel. Als u denkt dat ik op dit gebied een vreemde ben, gevraagd in publiek aan branchegenoten, ik kom uit het transport zoals velen zullen weten, is geen mens verlegen om zondags te werken. Als ik vraag naar vrijwilligers, dan krijg ik nul. Dat is een antwoord, ongeacht de achtergrond. Zelf wat ik betitelde als een zware, zal nog wel meevallen, denk ik. Maar de insteek is het algemeen verhaal over het personeel. Ze zijn er niet om verlegen. Aan de andere kant is het voor ons dus een pre, niet verlegen op personeel. Ze willen altijd werken, maar ze hoeven zondags in de week niet. Of in het weekend niet. Het klein bedrijf wordt op deze manier de nek omgedraaid. Problemen bij de klant? Nee hoor. Direct duidelijk zijn hoe het erin staat. En oplossingsgericht meewerken. Dus, geacht college, denk om wat voor een verantwoording u heeft op principieel en op maatschappelijk gebied. Houd uw rug op christelijk en maatschappelijk gebied recht. Sterkte van onze schepper en van meerder. JW, ik heb gezegd. Dank u wel. Dan ook aan de raad. Of daar nog vragen aan de heer Wessels zijn? Nee. Dan ga ik over tot de inbreng vanuit de fracties. En geef ik als eerste gemeente Belangen Twenterand, de heer Elsinga, aan u het woord. Voorzitter. Het college heeft de motie van afgelopen december grotendeels uitgevoerd. Namelijk, dik 4200 inwoners hebben deelgenomen aan een burgerpeiling. Per kern zijn de resultaten bekendgemaakt. Met betrokkenen, ondernemersverenigingen, jongerenraad, dorpsraden en kerken is in gesprek gegaan om zo onderling begrip en respect te kweken. En dat is, naar wij hebben begrepen, goed gelukt in april. De winkeltijdenverordening die nu voorligt is een logisch gevolg van de resultaten van dit alles. Conclusie, Van Sobers, Geer Rijkers en Westraders hebben in ruime meerderheid geen problemen met koopzondagen. Friese Venus en Hammenaren zitten er in ruime meerderheid niet op te wachten. Woordvoerders van ondernemersverenigingen, Van Soop en Ham, respectievelijk voor- en tegenstander van de koopzondag, verwoorden het mooi in het Tubantia afgelopen week. Iedere kern heeft zijn eigen DNA. Het is goed dat dit individueel bekeken is en daar is rekening mee gehouden. In de verordening is met meer rekening gehouden. Via een bijlage zijn winkelgebieden aangewezen. Alleen binnen dat gebied mogen de winkels open zijn. Daarnaast is in de verordening een tijdslot opgenomen waarbinnen de koopzondag mag plaatsvinden, tussen 12 en 6. Ik zei al in het begin dat de motie grotendeels is uitgevoerd. Want dat de aanvraag voor vrijstelling voor koopzondag een verantwoordelijkheid is van ondernemersverenigingen per kern, zien wij niet uitgewerkt terug. Dat enkele ondernemers aangeven niet bepalend te willen zijn voor de samenleving is vreemd om te lezen. Onze vraag is dan ook, leeft dit bij de voorstanders of tegenstanders van de koopzondag? Wij vernemen de reactie van de wethouder. Tot slot vragen wij het college om wat duidelijkheid. Zo is bij de zesde conclusie te lezen, de inwoners die geen bezwaar hebben tegen de koopzondag zien het liefst dat een aantal supermarkten open is. Betreft het hier een wekelijkse openstelling van supermarkten of heeft dit betrekking op de zes voorgestelde koopzondagen? En hoe verloopt het proces van vaststelling koopzondagen? Hiermee bedoelen we van aanvraag tot de daadwerkelijke uitvoering van de koopzondag. Is er ondernemers die data kiezen? Een college die stelt dit vast. En wordt het overzicht van deze data wel of niet gepubliceerd? Is er zienswijze mogelijk of is het gewoon een melding in de gemeentelijke berichten? Kortom, hoe gaat dit in zijn werk? Tot zover eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bramer, aan u het woord namens het CDA. Het CDA kan zich grotendeels vinden in wat het GBT zojuist heeft verwoord. Dat zal ik niet herhalen.
De CDA-fractie heeft kennis genomen van de uitkomst van de pilot koopzondag in Twenterand. Zoals het CDA eerder al heeft laten weten, is het CDA geen voorstander van koopzondagen in Twenterand en zullen we dit ook niet stimuleren. De pilot wijst uit dat er met name in Westerhaar, Geerdijk en Vroomshoop wel behoefte zou zijn aan een koopzondag. Mochten ondernemers in Twenterand om voor hen moverende redenen koopzondagen in Twenterand wensen en de meerderheid van de raad hiermee instemmen, over hoeveel koopzondagen praten wij dan? Is dat nog steeds 6, zoals eerder is aangegeven? En als er besloten wordt om koopzondagen in Twenterand toe te wijzen, dan is het CDA wel de mening toegedaan dat toegewezen koopzondagen in de gemeente Twenterand voor heel Twenterand moeten gelden. En het is aan de ondernemers in geheel Twenterand de eigen keuze of zij dan deelnemen of niet. Tot zover. Dank u wel. Dan de heer Smelt, aan u het woord namens de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Kijk. Daar is die. Is dit de uitkomst en de uitwerking en de absolute wens van de gehele Twenterandse bevolking? Wij, de gemeente, heeft een enquête uitgezet en daarop is bovengemiddeld gereageerd. Meer dan gemiddeld is er op dit thema gereageerd en op zich is dat een goed thema. Het thema sprak dus aan koopzondagen in Twenterand. Je zou kunnen stellen, we hebben geen 100% absolute respondentie en dat is overigens ook geen must. Want enquêteurs zijn blij als ze 10% van de respondentie kunnen omzetten tot een absolute waarde. Je zou het ook zo kunnen interpreteren als je 10% hebt ontvangen van de enquête. Wat is dan de uitkomst van de 90%? Nou, daar zijn een aantal getallen voor in de verslaglegging gekomen die aan ons zijn toegestuurd. Het college heeft daaruit dus geconcludeerd dat er in de kernen Vroomshoop en Westerhaar klaarblijkelijk voldoende dekking is. We hebben als volksvertegenwoordigers, en zo hebben we dat als fractie bekeken, wel het belang om alle inwoners van onze gemeente te dienen. En duidelijk is dat onze gemeente daar wat verschillend over denkt, als het althans gaat over de invulling van de rustdag. En, dan ben ik mijn verbinding kwijt, voorzitter. Dat was vervelend. Even opnieuw inloggen. Ik kan u wel iets zeggen, maar dat heeft niet te maken met wifi. Maar hij komt. En zij ligt, zeggen we dan. Even kijken. Goed, ik was gebleven bij het voorstel. Je zou kunnen concluderen dat er ook een andere interpretatie is. Met dit voorstel begeeft de gemeente zich in onze ogen overigens wel op een wat hellend vlak. Vooral het verbijzonderen van regels die in de kernen moeten gelden, vinden wij in de basis niet goed. Wij willen graag dat we eenheid uitstralen. We hebben niet voor niets ook kernwethouders geïnstalleerd en met ons coalitieakkoord goed bevonden. Wij vinden dat het geen goede zaak is dat de gemeente juist rondom dit thema, rondom koopzondag, wat teer is, waar voorstanders en tegenstanders zijn, we hebben daar eerder over gedebatteerd, dat we daar een specificatie op nemen. Beter is het, en dat is altijd beter, om in alle kernen een koopzondag toe te staan of in alle kernen niet. Dat is voor de gemeente aan zich, en ook als het om moeilijke vraagstukken gaat, sowieso een duidelijke verhaal. Want voorzitter, wij hebben wat zitten puzzelen rondom jurisprudentie en de vraag aan u, wethouder, is of u ook in vergelijkbare gemeenten, waar dit overigens ook speelt, ook jurisprudentie hebt gevraagd. Stelt u nou eens voor dat er van Eerdgroep, waar de Jumbo en de, u weet dat, van en de Koop ook onder vallen, zou zeggen, ja, ik boord in één gemeente, daar heb ik 4 winkels, en 2 kernen mag ik open. Ik houd u eraan, ik doe een beroep op. En ik wil ook dat mijn winkel in Friesenveen en ook in Den Ham open gaat. En hoe staan we dan met het voorstel? Hoe juridisch houdbaar is dan het voorstel zoals het college dat aan ons voorstelt? Dus we zouden graag een wat diepere dimensie van u willen horen. En als u het niet mondeling kunt, dan zou ik graag schriftelijk van u ontvangen. Dat nemen we niet kwalijk. Maar ons punt zit er wel in dat we een juridisch goed voorstel moeten doen. Eenheid is wat ons betreft ook de meest fundamentele waarde om te komen dat er geen zuiltjes ontstaan in de gemeente. Het is ook niet goed om dat dan met het voorstel vanuit het college te versterken. Nou, ik heb net aan de insprekers ook goed gehoord en u kunt zich voorstellen dat de ChristenUnie vanuit haar achtergrond haar principes die ze heeft ook graag vasthoudt. We hebben ook aangegeven in ons coalitieprogramma en bij eerdere momenten dat we hier stonden dat de ChristenUnie ten alle tijde in deze coalitieperiode
zal stemmen tegen welk voorstel dan ook wat op zondagsopening mogelijk moet maken. En daar blijven we bij. Voorzitter, dit was onze termijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker, SGP, aan u het woord. Voorzitter, voor de SGP-fractie is het behoud van de winkelvrije zondag essentieel. Het heeft derhalve onze instemming dat in Vriezenveen en in Den Ham geen koopzondagen worden ingevoerd. Wij willen de wethouder danken dat hij de evaluatie, zoals het op ons overgekomen is, zo zorgvuldig mogelijk heeft uitgevoerd. Dit laat onverlet dat wij betreuren dat dit college van gemeentebelangen Twenterand en ChristenUnie met een voorstel komt om koopzondagen in Twenterand in te voeren. Ik denk terug aan amper een jaar geleden, 5 juni 2018. Toen hebben wij hier het debat gevoerd over het coalitieakkoord, getiteld Kernachtig en veranderend Twenterand. We hebben toen gezegd dat het christelijk karakter niet concreet benoemd wordt in het coalitieakkoord. En we hebben toen de vrees uitgesproken dat hiermee de lijn gezet wordt dat Twenterand kernachtig wordt veranderd. Met dit voorstel wordt onze vrees helaas bewaarheid. Een jaar na dato is het pijnlijk, maar ook onbegrijpelijk dat het college met een voorstel komt om koopzondagen in te voeren. Voorzitter, De heer Smelten heeft een vraag aan u. Dus heer Smelten, u het woord om een vraag aan de heer Jonker te stellen. Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Jonker en ik wil daar als eerste een opmerking mee maken. U introduceert met de woorden dat het college van GBT en ChristenUnie dit voorstel doet. Heeft u in ons coalitieakkoord gelezen dat de ChristenUnie mede-initiator zal zijn van het invoeren van een koopzondag? Ik constateer dat we vanavond een debat hebben over een voorstel die vanuit uw college, vanuit GBT en ChristenUnie, daar ligt een college voor, of een voorstel voor wat wij vanavond debatteren. En er staat een college waar u aan deelneemt. En als we kijken naar de verordening, komt er straks ook op terug, dan staat er gewoon en voorgaande jaren. Dus er ligt een voorstel, als we verder niks doen, gewoon 6 koopzondagen in Den Ham en in Vromshoop en Westerhaar voor. De heer Smelt heeft een aanvullende vraag. Nu het woord, meneer Smelt. Ja, ik maak hier in die zin natuurlijk bezwaar tegen, omdat we dat überhaupt niet in het coalitieakkoord hebben opgenomen. We hebben in het coalitieakkoord opgenomen dat een ieder hier hoofdelijk zal stemmen over welk voorstel, over koopzondagen dan ook. Dat is wat wij afgesproken hebben. Hebben we niet in het coalitieakkoord. Dus ik maak bezwaar, voorzitter, dat de heer Jong van de SGP hier een etiket opplakt dat de ChristenUnie daarmee akkoord zal zijn. Mijn fractie heeft het uitgesproken in mijn termijn dat we daar tegen zijn. En als u de besluitvorming rondom deze voorstellen gelezen heeft, dan kunt u ook weten dat onze wethouder daar ook een ander standpunt in heeft aangenomen. Ik wil dat hier ook gewoon in de openbaarheid zeggen voor degene die dat niet gelezen heeft. De ChristenUnie-wethouder heeft tegen dit voorstel gestemd. Dus ik wil ook voor u hier in de openbaarheid aangeven dat de ChristenUnie en de GBT-fractie daar toch wat verschillend in zitten. Maar dat het aan onszelf is, aan ons allen is, hoe we hier persoonlijk over willen stemmen. En dan vind ik het vervelend, voorzitter, dat er een etiket opgeplakt wordt als zijnde dat wij daar initiator van zijn. Daar werp ik verder van me. Dank u wel. Heer Jonker, aan u het woord. Het is goed om te horen, meneer Snel, dat u niet initiator bent, maar u maakt onderdeel uit van dit college. En ja, het is gewoon zo. Er is niet de afspraak gemaakt om op koopzondagen tegen te houden om een coalitie te vormen. Dat is helaas niet gelukt. Dat begrijp ik ook wel. Maar vervolgens is wel een keuze gemaakt op een heel fundamenteel punt om mee te doen aan een coalitie waar het gevaar aan zit om het toch in te voeren. Dat is helaas niet gelukt. En voorzitter, de vraag. Het is mij niet duidelijk wanneer de wethouder gezegd heeft, ik ben tegen dat coalitievoorstel of tegen dat raadsvoorstel. Ik heb het in de stukken niet kunnen lezen. Kunt u mij dat aanwijzen waar dat staat? Goed, ik denk dat het goed is dat straks de wethouder namens het college daarop zal reageren ook. Heer Jonker, vervolg uw betoog. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we moeten handelen vanuit de kern, namelijk de boodschap die God de mens heeft gegeven in de Bijbel. De kern van deze boodschap is God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het leven van een opgered christen draait niet om wat ik wil of wat u wil, maar om wat God wil. In het persbericht van het college lezen we, met dit voorstel houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar. Onze vraag is, in hoeverre houden we rekening met de 10 geboden?
Het is mijn dure plicht u erop te wijzen dat wie Gods woord en wet verlaat smart op smart te vrezen heeft. En dat in het houden van Gods geboden grote loon ligt. Of we nu wel of niet geloven, wij zullen aan het einde van ons leven rekenschap moeten afleggen aan de schepper van hemel en aarde. En elke zondag herinnert er ons aan die eeuwige rust die er zal zijn voor allen die God lief hebben. En dat gunnen we iedereen. Daarom, voorzitter, vraag ik aan het college dan ook om dit voorstel in te trekken. U constateert, mede met ons, dat in Twenterand de meerderheid geen voorstander is van de koopzondagen. En dat niet alleen vanwege geloofsovertuiging. Immers 62% van onze bevolking vindt de zondag er helemaal niet leuker op worden door de winkelopenstelling. Ook veel andere argumenten zijn zwaarwegend. Dit zijn zowel economische als sociale en maatschappelijke argumenten. Veel gaat ten koste van de zelfstandige ondernemers en de medewerkers. Het overgrote deel van de medewerkers wil op zondag helemaal niet werken. Druk op de werknemer om toch op zondag te werken valt niet uit te sluiten bij het invoeren van koopzondagen. Voorzitter, een collectieve rustdag is waardevol en onbetaalbaar. In deze zo gejaagde tijd staan de winkeliers veelal al 6 dagen voor ons klaar. Is dat al niet genoeg? Het lijkt zo mooi om de ondernemers daarin vrij te laten, maar het is geen vrijheid. De rust voor de bakker en de slager komt stevig onder druk te staan. Als hij het gevaar loopt zijn klanten te verliezen aan de grootwinkelbedrijven. Dankzij winkelrust op zondag hebben de kleinere zelfstandige winkeliers meer kans om te overleven. Het college wil ook graag tot de duurzaamste gemeente behoren. Er zijn grote twijfels bij het behalen van de klimaatdoelstellingen en haalbaarheid ervan. Winkelsluiting op zondag draagt bij aan een duurzamer en milieubewustere samenleving. Voorzitter, steekhouden de redenen om de winkels op zondag gesloten te houden. De SGP merkt op dat de voorliggende winkeltijdenverordening niet overeenkomt met het raadsvoorstel. We hebben het hier over een pilot. Maar in de winkeltijdenverordening ontbreekt dit. Dit is onterecht naar onze mening. Het voorstel van dit college is, ik citeer, een algemene vrijstelling voor 3 koopzondagen in 2019 en voor 6 koopzondagen per jaar in 2020 en volgende jaren. Van 12 tot 6 uur in de kernen van Zoop en Westeraar, Vriezenveense Wijk. Einde citaat. Ik vind het echt pijnlijk en onbegrijpelijk dat u in feite al voorsorteert op koopzondagen. In het college stelt u definitief 6 koopzondagen in te voeren in Vroom Zoop en Westerhaar. Is het college bereid dit te corrigeren? En voorzitter, hoe ziet de evaluatie van de zogenaamde pilot eruit? Ik dank u wel. Dank u wel. Nog even het woord aan de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de pilot koopzondag is een groot succes geworden. En dit verraste de gemiddelde tentranten niet, denken wij. Net zo goed als Vriezenveen en Den Ham geen koopzondag willen, dat verraste ook niemand. En uit de enquête kwam ook naar voren dat juist de inwoners van Vroomshoop, Westerhaar en Geerdijk wel in meerderheid voor een koopzondag zijn. Ook dit kwam niet als een donderslag uit de heldere hemel. Kortom, voorzitter, de pilot en de enquête bevestigen wat 99% van de Twenteranders vooraf wel gedacht hadden. Beide waren eigenlijk dus overbodig. We hadden een paar duizend euro in de knip kunnen houden en aan bijvoorbeeld de zorg kunnen besteden. Maar eerlijk is eerlijk, we snappen ook wel dat het college feiten wilde hebben. Want op basis van de uitkomsten van de enquête, voorzitter, kan het college nu eenmaal gemakkelijker een voorstel hier neerleggen waarbij de koopzondag per kern geregeld is. Immers, er zijn kernen die wel een koopzondag willen hebben en kernen die geen koopzondag willen hebben. Binnen 1 gemeente zijn er dus dorpen die hemelsbreed een paar kilometer van elkaar af liggen, die wel een koopzondag hebben en dorpen die geen koopzondag hebben. Maar dit is niet uniek, voorzitter. Ook in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden speelde dit voorjaar. In onder andere Leerdam, Lexmond en Vianen is voorgestemd en in de Kernenmeer, Kerk, Leerbroek en Nieuwland is tegengestemd. Ook in deze gemeente is de koopzondag per kern geregeld. Overigens lag daar het aantal respondenten veel en veel hoger dan hier. Van de circa 43.000 uitnodigingen reageerden er 23.568, een opkomst van 55%. En in Twenterand hebben we 25.617 kiesgerechtigden en hebben slechts 4280 mensen gereageerd, een opkomst van 17%. En een van de redenen waarom het daar veel hoger. Kijk eens, u heeft het waarschijnlijk meegekregen.
Technisch is er het een en ander verkeerd gegaan. Ze hebben nog niet uit kunnen vinden waar het aan ligt. De mensen keken wel mijn richting uit, maar ik heb er niets mee te maken. Men is naastig op zoek waar de fout ligt. Even geduld. Ik durf niet te spreken dat het de voorzienigheid is die ingegrepen heeft bij dit onderwerp. Maar het is wel typerend dat het juist over dit onderwerp en eens technisch een en ander verkeerd gaat. Even uw geduld. Even kort samengevat. In 5 herenlanden speelde exact dezelfde situatie als wat hier speelt. En daar heeft men ook gekozen om de koopzondag per kern te regelen. Ik zei ook dat van de 43.000 uitnodigingen reageerden 55%, ruim 23.000 mensen. Dat lag veel hoger dan bij ons, waar maar 17% reageerde van de kiesgerechtigden. En dat kwam mede omdat men het daar gelijk liep lopen met de provinciale statenverkiezingen. Maar ik zou graag aan het college willen vragen of zij eens in contact kunnen treden met 5 herenlanden om te vragen hoe zij aan die enorme hoge opkomst kwamen. Is het college hiertoe bereid? En we vragen dit ook omdat het ons opviel dat via de methode ikpraatmee.nl, waar wij meewerken, het aantal mensen dat reageert, vinden wij relatief laag is. Niet alleen nu met de koopzondag, maar ook bijvoorbeeld met de burgemeestersbenoemingen. Er werd verheugd gereageerd dat het aantal van 4280 respondenten hoog is, maar we moeten ook constateren dat het maar 17% van de kiesgerechtigden was. We praten nog niet over een drempel, voorzitter, maar het aantal zou eigenlijk veel hoger moeten zijn. Kijk naar 5 herenlanden. Het moet dus mogelijk zijn. Nogmaals, is het college bereid om daarover te informeren. Voorzitter, wij snappen het voorstel van het college. We zitten alleen nog met één aspect. Winkels uit Frieseveen en Den Ham draaien niet alleen op inwoners uit de plaats zelf. Winkels, ik noem ze gewoon, winkels waar ik graag kom. Winkels als Veenenbergs IJzerwaren. Kijk even naar de wethouder. En Groenrijk bijvoorbeeld trekken bezoekers uit heel Twenterand. En nog van veel verder. Wat willen dit soort ondernemers? Kunnen zij zich vinden in het voorstel van dit college? Of durven zij zich überhaupt wel te mengen in deze discussie? Want we vragen dit omdat we ons kunnen voorstellen dat zij zich hier niet in mengen, omdat ze bang zijn voor reacties van de tegenstemmers uit het dorp. Maar deze bedrijven hebben geen bestaansrecht zonder de klanten uit de andere kernen en uit andere gemeentes. Van alleen inwoners uit Den Ham kunnen zij niet leven. Wanneer het huidige voorstel betekent dat deze bedrijven economisch getroffen worden, zullen wij wel 3 keer nadenken over onze beslissing straks. Na het drama met Foto Konijnenberg willen wij niet nog meer banen zien verdwijnen in Den Ham bijvoorbeeld. Kortom, bent u bereid de ondernemers in Frieseveen en Den Ham te vragen wat zij willen, desnoods anoniem. En wilt u dit doen, voor zover dat nog niet gebeurd is, voor de vergadering waar wij over dit voorstel gaan stemmen. Tot slot, voorzitter. De PVV is voor een koopzondag. In plaats van 6 keer per jaar zien wij de winkels ook wel minimaal 1 zondag per maand open. En van ons mag het ook iedere zondag. En kijkend naar de respondenten in Vroomshoop, Westerhaar en Geerdijk worden wij hierin gesteund door de inwoners. Maar soms moet je in het leven al blij zijn met een bepaalde ontwikkeling waarbij je hoopt dat het in de toekomst nog beter geregeld zal zijn. En de PVV, en dan sluit ik af, voorzitter, vindt trouwens dat de evaluatie in 2021 achterwege kan blijven. We vinden hem overbodig. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Koopmans, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft naar aanleiding van het verzoek van de ondernemers uit Vroomshoop een motie ingediend om te komen tot een pilot voor een koopzondag in de kern Vroomshoop. De gemeenteraad heeft hier destijds positief op gereageerd en deze pilot is er geweest op 23 december van het vorige jaar. De volgende stap was een uitgebreide evaluatie die de resultaten, behoeften en gevoelens over deze koopzondag in beeld moest brengen. Deze evaluatie is inderdaad uitgebreid geweest en heeft veel reacties naar voren gebracht. Zeker voor het instrument Ik Praat Mee kun je het aantal reacties hoog noemen en spreken van een geslaagde peiling. De VVD is verheugd dat het college voortvarend met dit dossier omgaat en nu ook al komt met een voorstel voor de komende 1,5 jaar. Het voorstel ligt volledig in lijn met wat de ondernemers en daarmee de VVD gevraagd hebben en voldoet ook goed aan de reacties die de evaluatie hebben voortgebracht. De kerkgang zal niet worden belemmerd en de kernen die nog niet openstaan voor een koopzondag krijgen deze nu ook niet.
De kernen waar de uitdrukkelijke wens om koopzondagen in te voeren speelt, krijgen hiermee de kans om dit goed te gaan doen. Dat de tijd ons echter alweer inhaalt, blijkt, want in omliggende gemeenten zijn het aantal koopzondagen alweer verruimd of weer onderwerp van gesprek om te komen tot een verruiming. De VVD zou dus op zich een voorstander zijn van de nog ruimere mogelijkheid voor openstelling. Tevens hebben ons ook signalen bereikt van ondernemers in de andere kernen die graag meer zouden willen doen en door dit voorstel in ieder geval de komende anderhalf jaar nog buiten spel staan. Dat vinden we als VVD jammer en we hadden graag alle ondernemers die dat willen dezelfde mogelijkheid willen bieden. Maar het is niet vreemd, ook bijvoorbeeld in de gemeente Hardenberg wordt hier per kern verschillend mee omgegaan. Maar kijkend naar de afspraken die we gemaakt hebben en rekening houdend met de evaluatie en de reacties, kan de VVD echter volledig instemmen met het gedane voorstel van het college en is benieuwd naar de resultaten die komen na deze anderhalf jaar. In overleg met de ondernemers kunnen we dan kijken of de voorgestelde wijziging van de verordening een permanente karakter kan krijgen of dat nog wat aanpassingen gewenst zullen zijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Als je als laatste aan de beurt bent, dan is al veel gezegd. Dus ik zal ook proberen de dingen die al gezegd zijn en gevraagd zijn niet te herhalen. Laat ik wel even beginnen met, het is uiteindelijk een motie geweest vanuit deze raad die het college gevraagd heeft om dingen uit te zoeken en met een voorstel te komen. En het is niet het college geweest die met een voorstel gekomen is. En de meerderheid van de raad heeft naar aanleiding van een motie van de VVD gezegd, kom met een voorstel en is die pilot geweest. En het is goed om daar een evaluatie op te houden en dat hier dan vervolgens in de raad over te hebben. Wij vinden dat er een goed en afgewogen voorstel ligt. Er is geluisterd op basis van de enquête en de peilingen en de gesprekken die gevoerd zijn om tegemoet te komen aan de verschillende werken. En aan ons oordeel ligt er nu ook maatwerk voor elke kern. Waarbij de gemeente de kaders stelt, maar waar we wel belangrijk vinden dat straks de ondernemers daar waar uitvoering wordt gegeven aan de koopzondagen met elkaar daar invulling aan gaan geven. Dus dat is ook een oproep naar die ondernemers toe om dat te doen. En dat ze dat kunnen is wel gebleken op die koopzondag die er was in december. Waar wij nog wel een vraag over hebben richting de wethouder is, en waar we naar benieuwd zijn, is dit juridisch ook houdbaar? Want wat doe je met die ondernemers, zeker supermarkten, in de andere kernen die ook een wens hebben om open te gaan? En hoe gaat het college daarmee om? Dus we zouden daar graag nog wel een antwoord willen hebben in het kader van rechtsongelijkheid. En dat is ook de kernvraag die we hebben. En daarnaast, wat ik al zei, wij steunen dit voorstel zoals dat nu voor ligt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik wethouder Harmsen het woord, die zal reageren namens het college. Dank u wel, voorzitter. Ja, een motie door de raad ingediend en dan kun je daar vervolgens als wethouder mee aan de slag. En dan probeer dat hele proces ook zorgvuldig, transparant op te pakken, te begeleiden en oog te hebben voor ieder standpunt. En naar mijn mening hebben wij dat als college gedaan. We hebben veel energie, veel tijd gestoken in het, in het proeven, het horen van ondernemers, mensen binnen onze samenleving, Twenterandse samenleving. En het is dus ook niet iets wat alleen geldt voor een ondernemer, een koopzondag. Het heeft ook impact op de totale samenleving. Het heeft impact op onze ondernemers. Je ziet wel vaker dat dan wordt gezegd van laat het liggen bij de ondernemers. Laat de ondernemers erover beslissen. Maar dit is breder, omdat het ook echt onze hele samenleving raakt. Want het is niet alleen voor die ondernemers. Ook mensen die tegenstander zijn van de koopzondag, die ervaren dat er een koopzondag is. Dus daar heb ik ook rekening mee gehouden in het voorstel. En nogmaals, ik heb dat proces zo zuiver mogelijk proberen te doen. En dat ligt er nu. En dan kom ik even bij de vragen. GWT die zegt van, wij hebben eigenlijk in de motie gezegd van kom met het Raalte model. Waarom is die niet toepasbaar? Nou, u geeft zelf al aan van zijn alleen tegenstanders van ondernemers zijn die er niet mee eens dat zij er niet over willen beslissen. Nou, er zijn ook voorstanders van de koopzondag, heb ik ook gesproken. Die zeggen van ja, ik wil niet als ondernemer op de scheidsrechterstoel gaan zitten. Ik wil geen scheidsrechter zijn om te bepalen wanneer of welke ondernemer wel of niet open mag zijn. Dat wil ik niet. Het ligt gevoelig binnen onze gemeente. Laat de gemeenteraad daarover beslissen. En wij als ondernemers, de voorstanders, die zeggen van daar geven wij wel aan
welke koopzondagen het op jaarbasis dan zullen zijn. Maar wij willen niet de scheidsrechter zijn binnen de gemeente. Daarvoor is de gemeenteraad van Twente-Rand. Dus vandaar dat ik ook heb gezegd van ik acht het Raalte-model niet haalbaar binnen onze gemeente, omdat daar geen draagvlak voor is. En de supermarkten wel of niet ook 6 keer per jaar. Nou, ook als je in dit voorstel hebt gezegd van nou, laten we eerst alles gelijk houden. Daarom noem ik het ook een soort pilot, verlengde pilotfase. Om dit jaar 3 keer te doen, volgend jaar 6 keer. En ook omdat de impact dus impact er is op de samenleving, laten we de detailhandel, supermarkten nu nog gelijk trekken. En dan kunt u als raad er later over beslissen of u het nog steeds zo wilt doen. Maar het leek ons het beste om gewoon die 6 keer in 2020, 3 keer 2019 supermarkt en detailhandel gelijk te trekken. En niet in 1 keer te zeggen van oh, de supermarkten mogen elke week open. Dus daarom ook dit voorstel, alles daarin gelijk. Wanneer de 6 koopzondagen op initiatief van de ondernemer, nou dat is een vrijstelling in de verordening. De ondernemers die kunnen dan aangeven welke zondagen zij willen. Dat zal inderdaad gepubliceerd worden, daar hebben we ook onze gemeentebladen voor. Daar kan het inkomen te staan. En zij geven het aan bij de gemeente, het zijn die zondagen op jaarbasis. En als zij op een gegeven moment aangeven van wij willen er maar 2, ook prima, maximaal 6 per jaar. CDA die zegt van nou zijn er nog steeds 6 koopzondagen, ja staat in het voorstel. ChristenUnie die vraagt dus, heeft u gekeken naar jurisprudentie? Wij hebben inderdaad om ons heen gekeken. Ik heb in het vorige debat toen het ging over de pilotkoopzondag heb ik al aangegeven van waarom ik vond dat het eerst nog gemeentebreed zou moeten zijn, omdat wij het juridisch niet konden onderbouwen op dat moment waarom er een diversiteit zou moeten zijn qua kernen. Wij hebben dus gekeken van hoe kunnen we dat doen, omdat er zeer veel diversiteit is. En inderdaad hebben wij bijvoorbeeld zo'n enquête bij nodig. Dus kunnen zeggen van ja, het is zonde van het geld, want we wisten de uitkomst al. Maar als wij een goed juridisch onderbouwd voorstel willen doen, dan hebben wij ook deze enquête nodig om aan te kunnen tonen. Er zit veel diversiteit in de kernen. En dan is dit voorstel ook houdbaar. Dus natuurlijk, wij hebben om ons heen gekeken. Hoe zit dat in andere gemeenten? En wij achten met dit voorstel, met de onderbouwing van zowel de avond die wij hebben georganiseerd, als de enquête, dat die gewoon juridisch haalbaar is. Maar je weet het maar nooit hoe een rechter daar uiteindelijk over oordeelt. Maar dat levert soms ook weer mooie, spannende jurisprudentie op, waar andere gemeenten weer baat bij hebben. Nou, de SGP. Wethouder ChristenUnie heeft inderdaad in de collegevergadering tegen het voorstel gestemd. Dus die heeft tegen het voorstel gestemd, wethouder van Abbema. En in hoeverre houden we rekening met de 10 geboden? Nou, u heeft gelijk, u zult ze uiteraard kennen. Houden de Sabbat in ere, dus daar houden wij in dit voorstel, of u als raad, want u als raad gaat erover. Als u zegt van wij gaan voor de koopzondag, houdt u inderdaad geen rekening met de 10 geboden. En u geeft ook nog aan de winkeltijdenverordening, er staat nu al 2020 en daarna zo verder. Nou, ik vind, en dat staat ook in de stukken, kwartaal 1 2021 gaan wij een evaluatie doen. Hoe gaat die er dan uitzien? Nou, dan wil ik met een nader voorstel nog komen. Ik wil vooral kijken naar inderdaad die kleinere ondernemer. Wat is de impact voor die kleine ondernemer? En hoe voelt hij zich nu na een aantal koopzondagen? Krijgt hij het wel rond met zijn personeel? Wat is de impact op zijn personeel? Daar willen we wat op gaan monitoren, of daar willen we naar gaan kijken. En ik ben dus van mening van, en dat staat ook in het stuk, van de winkeltijdenverordening is nu aangepast. En als u als raad wil dat die dan alsnog wordt aangepast, omdat wij bijvoorbeeld geen koopzondag meer willen, kunnen wij gewoon de winkeltijdenverordening aanpassen. Staat ook in. Maar als u zegt van wij willen vervolgens helemaal niks doen, u doet maar een enquête, maar voor ons verandert het niks, dan zal inderdaad die 6 keer per jaar zal blijven. Dus zo heb ik het bekeken. Dus het is niet zo dat dit denk ik een vrijbrief is, daarna gaan we verder. Nee, er zit echt een evaluatiemoment in en u als raad gaat er gewoon over. Als u bijvoorbeeld over een half jaar besluit van nou, we vinden niks, we willen toch die winkeltijdenverordening aanpassen, dan kunt u dat ook doen. En hoe zit de evaluatie in 2001? Ik zal even wachten, er komt interruptie. Ja? Oké. Okay. U wou even de benen strekken. Mag ook. Hoe zit de evaluatie er in 2021 uit? Nou, heb ik net even gezegd, ik wil dat nog wel, daar wil ik nader op terugkomen. We hebben ook nog even de tijd voor, dus ik wil dat even zorgvuldig doen. PVV, hoge opkomst in de gemeente Vijfheerenlanden. Wilt u in contact treden? Nou, dat, u geeft zelf eigenlijk al aan van, daar is met provinciale verkiezingen is daar ook deze vraag bij gesteld. Dus dan, ja, u zegt zelf, deze enquête hebben we gedaan, maar u wist het antwoord al. Ik weet nu ook, als ik met die gemeente contact ga treden, dan weten we eigenlijk ook het antwoord al. Want als je
een hoge opkomst hebt met de provinciale verkiezingen, dan zal die opkomst ook hoog zijn. Of u zegt zelf, nou, ik wil voor het college wel eens even gaan bellen, want ik ben zelf ook benieuwd naar het voorstel. Het gaat mij via de voorzitter, hè? Even voor alle duidelijkheid. Eerst heeft de heer Jonker een vraag en dan de heer Veldmeijer. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoorden. Misschien om een tweede termijn te voorkomen. U hebt al heel wat vragen beantwoord. Twee opmerkingen. U hebt aangegeven dat de ChristenUnie ook in het college tegen heeft gestemd. Het gaat wel even over de zuiverheid. Stond dat ook in de stukken, want anders is mij dat ontgaan. Ik kon het dus niet lezen in het raadsvoorstel dat dat ook zo was. Maar we moeten elkaar wel recht doen. En twee, er is een zorgvuldig proces, hè? Daar heb u aan gerefereerd. Daar heb ik u ook voor bedankt. Maar is het dan niet de logische lijn om de nuloptie die er nu is gewoon te handhaven en dan eerst de evaluatie af te wachten en wat dan de uitkomst is, om dan over te gaan tot eventuele invoering? Want het is een heel uitgebreid raadsvoorstel met pilot dit en voorzichtig dit en dat. Maar als het echt om dit punt gaat, dan telt de winkeltijdenverordening en in feite is die, daar is al op voor gesorteerd, dat die gewoon, mijn vrees is gewoon van, ja, het is nu opengezet, doe maar even rustig aan, het is allemaal nog wel een beetje pilot en een beetje dit, maar het deurtje gaat niet meer dicht, zo vrees ik. Dat was uw vraag, wethouder, aan u het woord. Ja, ik heb net al gezegd dat ik daar anders tegenaan kijk. Ik ga u daar toch niet van overtuigen. Ik zou zeggen, doet u een voorstel naar de raad. En als de raad inderdaad vindt dat het daarna op nul moet blijven staan, dan zie ik dat tegemoet met de raadsvergadering. Dus even het besluit van het college. Ja. Dat staat op de besluitlijst van het college. Staat aangegeven wat de wethouder van de ChristenUnie heeft gestemd. Dat hij tegengeacht wordt tegengestemd te hebben. Staat duidelijk op de besluitenlijst en het wordt niet verwoord in de adviesnota. Daar wordt hierin opgenomen, maar wel op de besluitenlijst van het college, die vastgesteld is ook in het college. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zei inderdaad dat de opkomst in vijf heerlanden op 55% lag, hier 17. En dat dat te maken heeft met dat het gelijktijdig met provinciale statenverkiezingen gaat. Maar dat is een conclusie die ik zelf trok. Waarschijnlijk is het ook zo, maar ik heb niet gebeld, voorzitter. Dus vandaar de vraag, maar als u te druk bent, ik wil zelf ook wel even bellen hoor, met vijf heerlanden. Maar ik vind het zo'n enorm verschil, 55% opkomst en 17. En wie weet hebben zij, voorzitter, via u, andere zaken toegevoegd om te zorgen voor die hoge opkomst. Dus vandaar mijn vraag of u eens contact zou willen opnemen met vijf heerlanden, hoe ze dat hebben gedaan. Okay, wethouder, aan u het woord. Ja, nogmaals, waar ik eigenlijk in het begin al mee begon. Ik heb de motie uitgevoerd van de raad. Dat heb ik gedaan en ik ben wel blij met de opkomst. Het werd hier ook aangegeven van wij vinden het wel een hoge opkomst. Volgens mij is het nog nooit zo hoog geweest binnen een gemeente met een enquête. Dus ik ben er wel blij mee. En ja, ik ben benieuwd. Kijk, we zullen dit vast wel vaker gaan doen. U bent er volgens mij ook wel voorstander van. En wat mij betreft belt u even daar met de gemeente. En dus daarmee zeg ik niks over mijn drukke agenda of niet drukke agenda. Maar ik ben wel zeer benieuwd naar uw mening daarin. En ja, uw terugkoppeling. Dus dat zie ik graag tegemoet. En laat u vooral, als u zelf ideeën heeft, ook in het vervolgproces, denk mee. En kom met een idee. Dus, vervolg uw betoog. Ja, wat vinden de ondernemers in Frieseveen en Den Ham? Want u geeft eigenlijk aan van ja, er zullen mogelijk ook ondernemers zijn die daar niks over durven te zeggen. Ja, dat kan. Maar ik heb ook aangegeven, want het is niet alleen aan de ondernemers. Het heeft ook impact op de gehele samenleving. En als een heel dorp zegt van wij zijn tegenstander, waarbij wij inderdaad de ondernemers wel hebben gevraagd. Wij hebben en dat is ook het platform die wij hebben, of de ondernemersvereniging, die hebben ook gevraagd. Het detailhandelplatform is een keer aan de orde geweest. Waarbij ze ook wel terecht hebben gezegd van wij gaan er niet over, dat is ook aan de ondernemers, daarvoor zitten wij hier niet. Maar daar vanuit Den Ham het ook aangegeven van ja, we hebben eigenlijk niet de behoefte, of Friesvee niet. En inderdaad, er zal altijd een ondernemer zijn die er anders tegenaan kijkt. Maar ik vind in dit voorstel, en dat heb ik ook zo uitgelegd, het is iets voor de gehele samenleving. En ja, als die ondernemer dan graag wel open wil, ja, dat zijn dan zo, dat gaan we gewoon niet doen. Dat is alleen Friesvee, of dat is alleen voor hem zo op Westra.
En dan kunnen we dat over anderhalf jaar weer met elkaar bekijken. Dank u wel. En u had het, ik zit even te denken of dat bij de PV was, dat ging over de supermarkten. Maar dan kijk ik, was het de VVD? Ja. Ja, over de Jumbo bijvoorbeeld. Ja, wij gaan als gemeente over ons beleid. En als Jumbo zegt van wij willen graag een Friese Veen wel open, ja, pech. Als gemeente gaan we erover en Jumbo die gaat niet over onze winkeltijdenvordering. En daar hebben ze aan te houden. En dan komen we maar weer in handhaving. PvdA die zegt van is het juridisch gelijk? Ik zit even te denken, ik heb volgens mij een hele vage zin opgeschreven. Die kan ik zelf niet eens meer begrijpen, dat is ook wel mooi. Dus ik kan niet om een interruptie vragen, hè, maar... Nee, dat kan niet. Probeert u maar iets, dan kan ik u misschien helpen. Voel een interruptie aankomen. Oké. Meneer Reusken helpt u. Meneer Reusken helpt u. Zo, meneer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, het ging er mij vooral om in hoeverre er ook juridisch getoetst is of er geen sprake is van rechtsongelijkheid binnen de gemeente, tussen de kernen, daar waar je twee kernen wel toestaat om winkels de koopzondag te bieden en andere kernen niet. Ja, nou ik heb daar al wat over gezegd. En wij hebben hem ook juridisch gecheckt. En wij achten dat deze wel haalbaar is. Maar mocht het voor de rechter komen, weet ik nooit hoe een rechter daar uiteindelijk over oordeelt. Ja, en dan zien we wel weer, dan hebben we nieuwe jurisprudentie. Dus dat kan ook voor het land bijvoorbeeld heel interessant zijn. Dus, maar wij achten het juridisch haalbaar en dan zien we verder. Dat Dank waren de u. Vragen. Dank u, dat was uw bijdrage. Als u uw microfoon uit wil doen, dank. Nog een keer op het knopje drukken. Ja, dank u. Dan kijk ik rond naar de raad of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Veldmeijer wel. En dan moet ik wel straks een conclusie trekken. Dus dat komt zo meteen. De heer Veldmeijer, u een tweede termijn als enige. Voorzitter, ik heb al gezegd, nou, ik denk dat het ook voor de VVD geldt en wellicht ook voor andere partijen, dat je op een gegeven moment blij moet zijn met dit begin, terwijl je het eigenlijk liever nog veel verder zou willen trekken. En als je echt naar de enquête kijkt, dan willen de mensen in Westerhaar, Vriezenveen en Geerdijk, willen ook de winkels vaker open dan die 6 keer. Pardon? Vroomshoop. Vriezenveen komt later wel. Maar waar ik nog wel mee zit, is inderdaad dat stukje rechtsongelijkheid. Dat wanneer een ondernemer uit Den Ham of Vriezenveen open wil, dat het hem onmogelijk wordt gemaakt om open te gaan. Ook al is hij economisch afhankelijk van andere gemeentes en van de kernen die wel open zijn. Dus daar zit ik nog een beetje mee. En wellicht dat ik nog met iets kom voor de volgende vergadering, voorzitter. Dank u wel. Dan sluit ik deze bespreking af en dan wil ik toch maar constateren dat dit onderwerp naar de debatagenda gaat van 25 juni en niet naar de akkoordagenda. Dat is een terechte constatering, denk ik. Goed, dan gaat dit naar de debatagenda van 25 juni. En dan zou ik heel graag even willen schorsen. En dan wil ik vragen of de fractievoorzitters even naar een van de zalen wil. Ik wil even met de fractievoorzitters wat overleggen. Heel kort, 5 minuten schorsen. En ik ga eerst nog even met een inspreker spreken. Allemaal van harte welkom. Zoals ik met de fractievoorzitters heb afgesproken. En met de inspreker voor het tweede punt, de heer Van der Kozijnen. Het tweede punt was verhogen kostendekkendheid sport. Dat wordt als agendapunt 3 behandeld. En agendapunt 3 wordt als agendapunt 2 behandeld. En dat agendapunt is zienswijze mogelijk indienen bij de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van Soweco. Dat is het onderwerp van deze avond. En tijdens het gesprek, het debat, het overleg met het college gaat het niet, en ik wil het heel uitdrukkelijk even aangeven, ook naar de raad, gaat het niet over de raadsbrief die het college aan de raad gestuurd heeft in zaken toekomst Soweco, onderzoek toekomst uitvoering WSW regio Almelo. Dat komt op een later tijdstip aan de orde, dus dat is vanavond niet aan de orde.
En ik wil ook iedereen vragen om gewoon te luisteren, zowel naar de inspreker, dat is mevrouw Hofmeijer, die namens de ondernemingsraad Soweco zal inspreken. En mevrouw Hofmeijer heeft 5 minuten de tijd. Vervolgens kunnen raadsleden vragen stellen. En dan geef ik als eerste enige het woord aan de heer Reusken. En ook die heeft 5 minuten spreektijd. En we hebben met elkaar afgesproken dat alle 3 de onderwerpen vanavond afgerond zullen worden. En hopelijk voor 11 uur. En dat zal duidelijk zijn. Ik vraag mevrouw Hofmeijer om in te spreken namens de ondernemingsraad Soweco. Aan u het woord. Er wordt geholpen bij... Dank u wel. Eerst ook dank dat het omgewisseld kon worden en dat we de gelegenheid krijgen. Beste voorzitter en raadsleden, namens de OR van Soweco spreek ik hier vanavond in over de jaarstukken die u voorliggen. Bijzondere dank aan alle collega's die hier op de tribune zitten. Collega's vanuit verschillende gemeenten die door het werk met elkaar verbonden zijn en niet worden beperkt door de grens van een gemeente. Deze verbondenheid laat zij symbolisch zien, bij aanvang van deze vergadering, door het touw dat zij samen vasthielden. Soweco verbindt. In de jaarstukken over 2018 heeft u kunnen lezen dat Soweco buitengewoon goed presteert, zowel financieel als sociaal-maatschappelijk. Onze omzet was in 2018 12,9 miljoen en het resultaat bedroeg 2,2 miljoen. De afgelopen jaren had Soweco een bedrijfsresultaat van minimaal 10% van onze omzet. In 2018 was het bedrijfsresultaat maar liefst 17%. Dit resultaat staat dus los van het subsidieresultaat en daar zijn we als onderneming ook trots op. U leest dat onze omzet deels verkregen wordt door opdrachten vanuit gemeenten rondom de participatiewet. Deze opdrachten vertegenwoordigen 15% van onze omzet. Daarnaast halen wij onderhandse opdrachten binnen via gemeenten en schrijven wij in op aanbestedingen. 31% van onze omzet. We doen dit tegen marktconforme prijzen. We zijn dan één van de marktpartijen waarbij gemeenten kunnen inkopen. Bijkomend voordeel is dat deze opdrachten bijdragen aan een positief resultaat van Soweco en ervoor zorgt dat geld terugvloeit naar gemeenten. Het zijn dus kostenbesparingen voor u. Tot slot bestaat onze omzet voor het grootste deel uit opdrachten uit de markt. Denk aan detacheringen bij bedrijven, adviesopdrachten rondom sociaal ondernemerschap en productieopdrachten. Dit is maar liefst 54% van onze omzet. Ik benadruk dit omdat het bestuur van de GR het beeld schetst dat Soweco voor het overgrote deel afhankelijk is van gemeenten en subsidies. Dat is niet waar. Het overgrote deel van de omzet bestaat uit marktopdrachten. Het positieve resultaat van Soweco kunnen wij neerzetten doordat op geïntegreerde wijze wordt gewerkt. We werken met geïntegreerde doelgroepen. Binnen onder andere onze productieafdelingen en groepsdetacheringen werken SW-medewerkers samen met mensen uit de participatiewet, UWV, dagbesteding en ook andere doelgroepen. Daarnaast kunnen onze begeleiders invulling geven aan verschillende begeleidingsvormen, zoals groepsdetacheringen, individuele detacheringen, jobcoaching en de aansturing van productie. Deze werkwijze met geïntegreerde doelgroepen maakt dat u een positief resultaat van Soweco aantreft. In de jaarstukken leest u over het positieve resultaat van 2018. Ik kan u vertellen dat ons operationeel resultaat al jaren fluctueert tussen 1,6 en 2,5 miljoen. En dat ziet u ook terug in deze 6-jaar-rekeningen die ik hier bij me heb. Het bestuur, dus uw wethouder, geeft aan dat Soweco afhankelijk is van de gemeente, haar financiën en in de toekomst onbetaalbaar is. Als u nu kijkt naar de begroting die door uw wethouder geaccordeerd is, dan ziet u een meerjarenperspectief waarin de aanvullende bijdrage van gemeenten de komende jaren juist afneemt. Van 5,2 miljoen naar 3,5 miljoen. Raad, zorg ervoor dat u op de hoogte bent. Kijk naar deze jaarrekeningen in het meerjarenperspectief en vaar niet alleen op uw wethouder. Ik heb uitgelegd dat Soweco financieel dus buitengewoon goed presteert. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de sociaal-maatschappelijke resultaten. Die zijn voor ons als OR wellicht nog belangrijker. Hierover heeft u ook kunnen lezen. Iedere dag begeleiden wij ruim 1115 SW-medewerkers in hun werk. In 2018 heeft Soweco maar liefst 1110 mensen geactiveerd, getraind, begeleid en gecoacht naar werk. Dit zijn mensen uit onder andere de participatiewet. Daarnaast hebben wij ook 115 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden naar een reguliere baan. Ze zijn dus uit de uitkering en voorzien zelf in hun inkomen. Voor velen van hen verzorgen we nog steeds jobcoaching, een cruciaal onderdeel om hun werkplek te behouden.
Momenteel liggen de jaarstukken voor. Zonder in te gaan op de ontwikkelingen rondom Sweco de afgelopen weken, die er zonder meer bekend zijn, wil ik een oproep doen. Ik wil benadrukken dat voor de OR de mensen die verbonden zijn aan Sweco voorop staan. Dit hebben we altijd benadrukt en dat zullen we ook blijven doen. Door het bestuur wordt dit beeld anders neergezet, ondanks nog in het persbericht van 29 mei. Ook uw wethouder stelt dat het lijkt te gaan om het overeind houden van de structuur en niet de organisatie van Sweco. Dit is niet waar. En dat weten zij. Het gaat niet specifiek om de onderneming, het gaat om de mensen die onze ondersteuning nodig hebben in het vinden en behouden van werk. Het gaat daarbij niet alleen om een baan- en loongarantie, zoals de wethouder zegt. Het gaat om het totaalpakket met ook de specifieke begeleiding, onze expertise, de sociale structuur en de gehele werksituatie van onze mensen. Raad, er is nog geen definitief besluit genomen. Met nadruk roep ik alle raadsleden op tot het voeren van een debat over Sweco. Betrek de OR daar ook heel graag bij. Maak het als raad mogelijk dat de OR ook kan inspreken over de totale situatie rondom Sweco. Laat u door ons ook informeren. September lijkt daarvoor nu de eerstvolgende mogelijkheid in deze raad. Dat is echt te laat. Raadsleden, bij Sweco maken wij het verschil voor ruim 2000 mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Beste raadsleden, hier in deze raadzaal kunnen jullie ook het verschil maken voor dezezelfde groep mensen. Dank u wel. Nee. Ik heb het niet aan het begin gezegd, omdat ik dacht, dat doet hij niet. Maar er wordt niet geapplaudisseerd in deze raadzaal. Er wordt niets gehumd, er wordt helemaal niets gedaan. Ik heb wel aangegeven, u luistert. Wij luisteren, we hebben respect voor ieder zijn mening, maar dat doen we niet door te applaudisseren. Dat wil ik niet. Als het weer gebeurt, moet ik u verzoeken de zaal te verlaten. Daar ben ik heel strak in. Dank u wel. Ik ga dat uit uw bijdrage op papier staan, zoals aangegeven is. Ja. En ik vraag aan de raadsleden of er vragen zijn. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik klapte net ook. Wie dan? Ja. Ja. Maar, u weet wat de straf is dan. Ja. Oh. Maar ik klapte omdat ik een... En nogmaals, ik ga de volgende keer niet klappen. Omdat ik het een heel goed verhaal vond. Dat vanuit uw tenen kwam. Ja. En dat sprak mij heel erg aan. Dus dat wilde ik even zeggen. Oké, dank u wel. Maar goed, u kent het reglement voor orde ook. Verder geen vragen, was helder, dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de inbreng vanuit de raad. En de heer Reusken van Partij van de Arbeid GroenLinks heeft aangegeven hierover het woord te willen voeren. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Normaal gesproken, laat ik eerst beginnen de OR ook te danken voor haar inbreng. En het is goed om te zien dat er zoveel werknemers van Sweco hier vanavond op de publieke tribune zijn, want het is niet een onbelangrijk onderwerp. Want normaal gesproken, als de jaarstukken op de agenda staan van Sweco of van andere organisaties, is het niet gebruikelijk om dat uitvoerig te bespreken hier met elkaar. Vaak zijn dat hamerstukken en dan nemen we dat ook ter kennisgeving aan. Maar in dit geval is dat echt anders. Kijk maar naar wat er gebeurd is de afgelopen weken rondom Sweco. Kijk naar de publieke tribune en kijk naar de inspraak van de OR vanavond. Daarom is het ook goed dat we daar vanavond over spreken. De voorzitter gaf het al aan. We gaan vanavond niet spreken over de raadsinformatiebrief die hier voor ligt. Ik wil wel hier vast aankondigen en daarvan vraag ik ook steun van de andere fracties. Daar zal ik komen met een motie vreemd om op dat moment in die raadsvergadering ook te gaan spreken over die raadsinformatiebrief. En ik hoop dan ook dat wij antwoorden hebben op de vragen die wij daarop gesteld hebben. En ik zou het college ook willen vragen om die antwoorden tijdig te beantwoorden, zodat we met elkaar op 25 juni hier dat debat ook kunnen voeren. En ik vraag steun van elke partij daarbij. Ja. Voorzitter, de jaarstukken en de begroting. In de kern kunnen we zeggen, Sweco draait goed. De ingezette ontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming en organisatie boekt goede stappen. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar in januari 2018. Dit zien we ook duidelijk terug in het jaarverslag. Ruim 1100 mensen met een WSW-indicatie worden voorzien van passend werk. Ruim 1100 mensen worden geactiveerd en ondersteund richting werk. Meer dan 100 mensen worden ondersteund
uit nieuwe doelgroepen en ondersteund naar werk. Financieel zijn er ook goede stappen gezet. Operationeel resultaat, we hoorden het net al, ruim 2.689.000 euro meer dan begroot. Een subsidieresultaat, 869.000 meer dan begroot. Financieel voordeel voor de gemeente, dus ook voor Twenterand. Als we kijken naar de vooruitzichten voor de meerjaren, ziet dat ook positief uit. En als ik het goed gelezen heb, en ik ben niet altijd een financieel deskundige, betekent het dat straks de bijdragen van de gemeente lager kunnen uitvallen. Of zullen uitvallen. Op grond van de cijfers, voorzitter, heb ik 2 vragen aan de wethouder. En dat zijn de volgende. Hoe beoordeelt de wethouder dit resultaat? Afgezet tegen de huidige ontwikkelingen en de keuze die nu in het onderzoeksrapport wordt gemaakt om dat verder te onderzoeken. Ten tweede, hoe beoordeelt de wethouder de begroting van 2020 en het meerjarenperspectief ook afgezet tegen het onderzoek dat is uitgevoerd en de keuze die gemaakt is voor de voorlopige focusvariant? Ik zou graag de antwoord van willen krijgen van de wethouder. Dank u wel, voorzitter. De heer Elsega heeft de vragen nu. De heer Elsega, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. De heer Reusen vraagt om steun voor een motie vreemd. Het is voor mij gewoon gebruikelijk als een motie vreemd wordt ingediend, wordt die altijd behandeld in de raad. Er is niemand die dat tegenhoudt. Dus het is een beetje een open deur. Wordt gewoon 25 juni, kunnen de mensen allemaal weer komen, wordt het gewoon behandeld, als u hem tenminste indient. Anders willen wij hem ook indienen, maakt niet uit. Het is al aangekondigd. Dus 25 juni hebben we hier gewoon, volgens mijn informatie, wordt er een motie vreemd ingediend door u. En dan kunnen wij hier dan daarover debatteren. Dus wachten tot september is niet nodig. Dank u wel. Meneer Reusken, ik geef zo het woord aan de wethouder. Misschien even voor alle duidelijkheid, u begon uw betoog over de schriftelijke vragen die door u zijn ingediend. Als u vragen stelt, wilt u ook de goede antwoorden. Dat is heel goed om de juiste antwoorden te hebben. Daar wordt aan gewerkt en het college zal er alles aan doen om die antwoorden op tijd bij u te krijgen. Maar ruim op tijd zeg ik niet toe, want het moet wel. Het waren niet 1 of 2 vragen, maar het waren een heleboel vragen. We willen dat zorgvuldig doen. Dus dat even vooraf. Maar we spannen ons in om het op tijd bij u te krijgen. Wethouder, aan u het woord, want er zijn ook een aantal vragen aan u gesteld. Voorzitter, dank. Meneer Reusken, ook dank voor de 2 vragen die u gesteld hebt. En het zijn op zich bijzondere vragen, hè, want u geeft ook aan. U geeft ook uw beoordeling van het jaarresultaat. En wij kunnen daarin helemaal met u meegaan. Overigens ook met de inspreken van de OR. Dat Soweco een goed resultaat bereikt heeft in 2018 en inderdaad ook een resultaat om trots op te zijn. En als u dan vraagt van hoe beoordeelt u het huidige resultaat, ja, het is gewoon een goed resultaat voor Soweco, voor het Sociaal Werkvoorzieningschap. Maar u hebt ook gelezen, want u vraagt ook hoe beoordeelt u dan de begroting. In de inleiding van de begroting hebt u ook gezien dat daar ook een zinnetje staat waarin de organisatie ook zegt dat er door het bestuur een onderzoek is aangekondigd over de toekomst van Soweco. Met name het eigenaarschap van de maatschappelijke onderneming. Maar dat nog geen onderdeel kan uitmaken van de begroting, omdat het gewoon nog niet duidelijk is. Dus als u aan mij vraagt hoe beoordeelt u het huidige resultaat, dan zeg ik u ook, wij hebben met de 6 gemeentes hebben wij een onderzoek aangekondigd, of daar zijn we ook mee bezig, naar het eigenaarschap van de maatschappelijke onderneming. En ja, dat gaat ook over de toekomst van Soweco. Maar dat is dus niet een antwoord op te geven van hoe we dat ook ten opzichte van het huidige resultaat beschouwen, omdat dat verschillende dingen zijn. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer. Ik ga ervan uit dat u klaar was, hè, met uw beantwoording. Ga ik naar de heer Reusken of u in tweede termijn het woord wil. En dan vervolgens ga ik naar de andere heer Reusken, aan u het woord in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Het klopt, ik heb dat inderdaad ook in de inleiding gelezen, dat het dagelijks bestuur tegelijkertijd bezig is met het lopende onderzoek. Wat we net ook al hebben aangegeven met elkaar, is dat daar nu het debat over gevoerd
kan worden. Dus ik kom daar op de 25 juni op terug. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de overige leden van de raad of iemand in tweede termijn en voor zijn of haar eerste termijn. Zo niet. Dan is het, dan constateer ik dat er geen zienswijze wordt ingediend bij de jaarrekening en de begroting van Soweco. Dat vind ik wel even een constatering die ik dan bij deze doe. Maar vervolgens wordt er op 25 juni door de heer Reusken een motie vreemd aangekondigd. Oké, dan sluit ik deze bespreking. Ik schors even voor 5 minuten, zodat de mensen ook in alle rust de zaal kunnen verlaten. En dan gaan we daarna verder met het volgende onderwerp. Voor mijn, zijn we allemaal er weer. Het is net wat minder vol als net. Een heropende vergadering. En de heer Van der Kozijnen, u kent de spelregels. Het agendapunt verhogen kostendekkendheid sport is aan de orde. U heeft 5 minuten de tijd om in te spreken. De raadsleden mogen vragen aan u stellen. En uw bijdrage wordt vervolgens bij het verslag gekoppeld. Aan u het woord. En u wordt geholpen bij... Voorzitter, dank u wel. Geachte gemeenteraadsleden, college. Voor u ligt de kostendekkendheid sport. Wist u even goed op even namens wie u spreekt? Dat heb ik vergeten. Ja, sorry, excuses. Daar moest ik even aan wennen. Ik ben Tony van der Kozijnen en ik spreek namens het sportplatform in. Hans Bakker, onze voorzitter, was jammer genoeg verhinderd. En ik zat natuurlijk op het puntje van de stoel om zijn tijd over te nemen. Zoals ik al net zei, kostendekkendheid sport ligt voor. En het sportplatform is daarbij betrokken. Bij het proces tot de besluitvorming daartoe. En hier heb ik mijn inspraakreactie en die wil ik graag even aan u voorbrengen. Geachte leden van de gemeenteraad. Het is niet de eerste keer dat ik namens het sportplatform Twenterand, alhoewel ik wel, maar deze is in de ik-vorm van Hans Bakker geschreven. Het is niet de eerste keer dat wij namens het sportplatform Twenterand komen inspreken over dit onderwerp. De afgelopen jaren waren wij steeds van de partij. Uw gemeenteraad besloot vervolgens om de lastenverzwaring voor de sport steeds weer uit te stellen. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we een nieuwe werkelijkheid. Een nieuw college en een nieuwe raad. De afgelopen periode hebben het sportplatform en de wethouder een aantal keren rond de tafel gezeten om de verhoging van de kostendekkendheid te bespreken. Hierover zit een notitie bij uw stukken en ook de briefwisseling treft u aan. Het sportplatform wil in aanvulling op de brief van 28 april jongsleden een paar zaken benadrukken. Uiteraard zouden wij geen lastenverzwaring voor de sportvereniging willen. Maar we realiseren ons dat niet alles mogelijk is. Allereerst zijn wij verheugd dat in het voorstel het maximale bezuinigingsbedrag van tafel is. Dit biedt de vereniging een lucht. Wij zijn in gesprek over de mogelijkheden voor de bezuiniging op de sport om daarmee de kostendekkendheid te vergroten. Dit doen wij vanuit de visie dat er aan de ene kant een lastenverzwaring plaatsvindt, verhoging van de tarieven, maar dat er aan de andere kant een besparing voor de sportvereniging kan gerealiseerd worden. Hierdoor zou de financiële balans voor de verenigingen per saldo nul kunnen zijn. We hebben in de brief een aantal vragen gesteld en daar zijn ook antwoorden op gekomen. De antwoorden gaan we bespreken met de wethouder. Uiteindelijk moeten we komen tot een totaalpakket, waarbij duurzaamheid ook voor de sport belangrijk is. Wat betreft de verhoging van de tarieven willen we voorzichtigheid blijven betrachten. De gevolgen voor sommige verenigingen zijn zo groot dat mogelijk het voortbestaan wordt bedreigd. Dit kan in ieder geval niet de bedoeling zijn. Ook blijven er vraagtekens bestaan over de toerekening van kosten en baten aan de sport en daarmee aan de kostendekkendheid van de sport. We hebben als sportverenigingen de afgelopen tijd al wel enige lastenverzwaringen gehad. We noemen de BTW-verhoging, OZB-verhoging, prijsstijgingen, etc. Al het andere komt daar nog bij bovenop. Het doel moet blijven dat we zoveel mogelijk Twenteranders kunnen laten sporten en de sportvisie handen en voeten kunnen geven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Wie heeft een vraag aan de heer Van der Kozijnen? De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Dank voor uw inspraak. Eén vraag. De brief hebben we kennis van kunnen nemen. Er staat ook, we zijn verheugd dat het maximale bezuinigingsbedrag van tafel is. Kunt u een toelichting geven wat dat voorkomen heeft kunnen worden? Hè? Als dat maximale bezuinigingsbedrag wel was doorgevoerd, wat had dat betekend voor de sport? Niet zeker? Nee, toch niet. Nee, dank u wel. U kunt gewoon weer verder hoor, zolang daar staat aan dit woord. Waren er waarschijnlijk contributieverhogingen gekomen. En dan krijg je dus dat er de inclusiviteit van de sport, dat sommige mensen dus geen abonnementen meer kunnen betalen. Of de verhogingen niet kunnen betalen. In de exploitatie zouden er bijvoorbeeld verhogingen worden doorberekend. En sommige sportverenigingen die zitten al vrij moeilijk daarmee. Ik noem bijvoorbeeld de tennisvereniging Westerhaar. Die tennist wel op een faciliteit van de gemeente. Maar met het ledenaantal die zij hebben, moeten ze toch het hoofd boven water weten te houden. Dank u wel. Heeft iemand anders nog een aanvullende vraag? Of een vraag? Niet? Dank u wel. Wel. Dan geef ik het onderwerp in bespreking. En geef ik als eerste het woord aan de heer Reusken. Anders krijg ik weer dat u als laatste bent. Dus de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg net te horen van mijn buurman. Het voordeel als laatste is ook dat je kunt leren van je vorige sprekers, af en toe wat dingen op kunt pikken. En hij zei duidelijk net in mijn oren van, nou, dan kan ik eens kijken of je voorbereid bent of niet. En dat ben ik wel, want ik heb de stukken wel gelezen. Voorzitter, de sport staat onder druk van alle kanten. En er wordt al heel veel gedaan aan zelfwerkzaamheid. Dus als je dan gaat praten met elkaar over een te realiseren bezuiniging, en je komt tot de conclusie tussen gemeente en sport dat dat niet haalbaar is, dan denk ik dat hier een voorstel ligt waar in ieder geval met elkaar op basis van gesprekken die gevoerd zijn, er een uitkomst ligt. Een uitkomst waar nog wel het nodige aan gedaan moet worden. Want dat de rek eruit is, is volgens mij ook wel duidelijk. En het blijft toch nog steeds weer gaan om draagvlak. Ik heb een aantal vragen aan de wethouder. De heer Kozijnen noemde dat net ook al in zijn inspraak. Van de gemeente Twenterand heeft zich tot doel gesteld om 25% van de Twenteranders te laten spotten en bewegen. Op het moment dat je die drukte erop zit, ook als gevolg van die bezuinigingen, in hoeverre komt die doelstelling dan binnen handbereik? Of wordt die dan nog wel gehaald? Of zullen we dan niet andere dingen moeten doen? En hetzelfde geldt ook in het raadsvoorstel, daar waar het gaat om de opmerking, de inzet van verenigingen kan in gevaar komen. Wat wordt hier bedoeld? Zijn dat de doelstellingen die gaan om ook maatschappelijke doelen die gerealiseerd moeten worden? Dat wat mij niet helemaal duidelijk uit dit stuk. Nogmaals, we zijn benieuwd naar de verdere uitwerking en hoe dat gerealiseerd kan worden. Wat voor ons in ieder geval steeds belangrijk is, dat als de wethouder met de spot in gesprek gaat, dat er steeds zaak is om daar met elkaar samen uit te komen en te kijken van hoe je met elkaar die kostendekkendheid ook kunt blijven realiseren. Dank u wel, voorzitter. Tot zover. Dank u wel. Dan de heer Kobus. Ja, je weet natuurlijk dat ik nu het rijtje van die kant bij langs ga. Heer Kobus, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit agendapunt roept bij ons nog wel wat vragen op. Wij pleiten er altijd voor om veranderingen in de subsidiesfeer in goed overleg met de betrokken verenigingen tot stand te laten komen. En op zich ziet dit voorstel er ook wel goed uit. Zij het dat dan niet helemaal voldaan kan worden aan de oorspronkelijke gestelde bezuinigingsdoel. Maar dat is met argumentatie wel te accepteren. Wat ons zorgen baart is dat er blijkbaar nog geen eenduidige overeenstemming met de verenigingen is. En zoals blijkt uit die brief die bijgevoegd is bij de stukken van de sportplatform Twenterand zijn er nogal wat vragen en onduidelijkheden. Die brief die dateert al van 28 april. En ons is niet duidelijk of hier dan ook al antwoorden op zijn gegeven of dat hier aanvullende gesprekken over gevoerd zijn. Volgens de inspreker, de heer van de Kozijnen, zijn die antwoorden er wel, maar dan vraag ik me af waarom zijn die dan niet bij de stukken bijgevoegd. Althans, ik heb ze niet gezien. Daarnaast vragen we ons af, is er ook al rekening gehouden met de toekomstige sport- en beweegvisie? We kunnen ons voorstellen dat bij aanpassingen van het sportpark en accommodaties de tarieven ook nog wel wat zullen wijzigen.
En het zal moeilijk zijn om het helemaal eens te worden met de verenigingen, maar ook die verenigingen zijn best bereid om een stuk de goede kant op te bewegen. Er blijken nu nog te veel onduidelijkheden uit dit voorstel waar wij ons eerst nog in willen verdiepen middels contacten met de sportverenigingen. En zonder een redelijke overeenstemming hebben wij nog wel wat bedenkingen hierover. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Jonker. Aan u het woord, want de heer Veldbij heeft ze niet aangemeld. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De SGP-fractie vindt dat dit raadsvoorstel meegenomen moet worden in de behandeling van de kadernota. Het is goed recht om met voorstellen te komen en om over te debatteren en dat is ook goed. Maar om nu een raadsvoorstel wat vergaand is nu te bespreken en vervolgens in de raad 25 juni daar een besluit over te nemen en dan op 9 juli hebben wij hier de kadernota behandeling en daar staan ook voorstellen in die over de kostendekkendheid gaan van de sport. Dat vinden wij niet goed. Dus ook de vraag rijst ons dan ook van waar die haast, waarom. De SGP-fractie vindt dat eigenlijk gewoon dat het besluit uiteindelijk in de kadernota moet landen en verderop in de begroting. Maar goed, voorzitter. De Raad heeft destijds besloten om de kostendekkendheid op sport te verhogen van 50.000 euro in 2018 oplopen tot 100.000 euro in 2020. En dat is niet gebeurd. Het zou onmogelijk zijn, naar onze mening is dat niet juist. Het sportplatform is blij, dat is ook niet zo verwonderlijk. Want ik vraag me dan af of onze belastingbetalende inwoner ook zo blij mee is. Want linksom of rechtsom, er zal toch betaald moeten worden. Of de contributies gaan omhoog, of de belastingen misschien omhoog. Er moeten keuzes gemaakt worden. En de financiële positie is ook niet zo rooskleurig dat wij overal maar kunnen strooien met geld. Voorzitter, de bezuinigingen van in totaal 405.000 euro die eigenlijk dit voorstel behelst, wordt dus geschrapt. En dan is onze vraag van hoe gaat u dat dan dichten? Hè? U stelt zelf in het raadsvoorstel van dat kan leiden tot een tekort op de begroting. Nou, dit kan, maar dit gaat. En hoe gaat u dat dan oplossen? En de voorstellen die gedaan worden, en u bent in gesprek met de sportverenigingen, dat is goed en ik heb al die data wel gezien, dus er is heel veel gesproken. Maar ik ben daar nog niet zo van overtuigd, want er is nog heel veel staat op losse schroeven. En we hebben ook kunnen constateren dat de tarieven ten opzichte van omliggende gemeenten, is Twente Rand, zijn de tarieven een stuk lager. En in uw voorstel nog iets lager, maar het wordt wel iets omhoog getrokken of gelijk getrokken. Maar in onze optiek nog niet voldoende. Verder wordt er gesproken over beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten. We hebben daar vooraf ook technische vragen over gesteld. En die hebben wij ook beantwoord gekregen. Maar wij begrijpen wel dat kapitaallasten zijn natuurlijk niet beïnvloedbaar. Dat snappen wij. Maar vervolgens wordt er op meerjarenonderhoud een post van 232.000 euro opgevoerd. En ook de toegerekende lasten, 1.066.000. Wat wordt er allemaal toegerekend? En ook het sportplatform, die heeft ook wel eigenlijk die vraag van wat wordt er eigenlijk allemaal toegerekend aan die sport? En is dat dan allemaal in beton gegoten? Treffend is de opmerking die in het voorstel staat, ik citeer, omdat de verenigingen vrijwel jaarlijks geconfronteerd worden met een voorgenomen bezuiniging op sport, is het wenselijk om langjarige afspraken met de verenigingen te maken. Ja, voorzitter, dat had voorkomen kunnen worden. Want in feite heeft u de vereniging onnodig opgeschrikt. U had ook gelijk het raadsbesluit kunnen doorvoeren. Maar het blijkt maar weer, u heeft ze beter laten schrikken. Maar u zet daar in feite ook een beeld neer van, we blaffen wel, maar we bijten niet. Ik dank u wel. Dank u wel, heer Jonker, namens de SGP-fractie voor uw bijdrage. U ziet dat er inmiddels een andere voorzitter zit voor de luisteraars thuis. Maar klaarblijkelijk heeft onze voorzitter zich niet verslikt en ze probeert daar nu van te herstellen. We geven daar alle tijd voor en wensen haar sterkte. Ik vervolg het debat. Wie van de CDA-fractie, mevrouw? Dat zou het haast vergeten zijn, hè? Okay.
Uitslag is de juiste, is uw troonnaam. Ja, ja, ja. Mevrouw Uitslag, wil ik graag het woord geven. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals u wellicht al gehoord heeft, is de heer Kuilder vanavond afwezig vanwege een overlijden in zijn familie. In gedachten zijn wij als fractie dicht bij hem en we wensen hem en zijn familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. De inbreng die ik namens onze fractie zal voorlezen is door de heer Kuilder aangereikt en u zult begrijpen dat eventuele vragen vanavond niet door mij of onze overige fractieleden kunnen worden beantwoord. We hopen op begrip hiervoor. Graag zijn we bereid de vragen op een later tijdstip te beantwoorden. Dan ga ik nu over tot onze inbreng. De CDA-fractie vindt het vreemd dat dit onderwerp nu op de agenda staat, omdat we vinden dat dit onderdeel van de behandeling van de kadernota zou moeten zijn. Het zou onderdeel kunnen zijn van mogelijke amendementen om eventuele aanpassingen van het voorstel door te kunnen voeren. Om nu op voorhand een onderwerp uit de kadernota al te behandelen, lijkt ons daarom eigenlijk niet gepast. Wat ons ook bevreemdt is het feit dat er gesteld wordt dat er van de 3,1 miljoen totale kosten slechts 550.000 beïnvloedbaar is. In recentelijk verleden zijn bijvoorbeeld door aanpassing van rentetarieven, en ik noem de klampen en het punt, wel degelijk kostenreducties doorgevoerd die nu niet genoemd worden. Een zeer terecht punt wat ook door het spotplatform is ingebracht en waarop ook zij nog geen goed antwoord hebben ontvangen. Uit de bijlagen waarin het platform een reactie geeft, blijkt ook duidelijk dat zij niet voor de nu voorgestelde extra verhoging zijn. Ik citeer: wij zijn nog steeds bang dat de tariefsverhoging gaat leiden tot een afname van het aantal sporters in de gemeente. Misschien goed om daar onderzoek naar te doen. Het verschil tussen sporthal en sportzaal is heel groot, terwijl er voor de binnensportverenigingen weinig tot geen mogelijkheden bestaan de inkomsten te verhogen. En dat kan niet alleen de harmonisering met omliggende gemeenten zijn. Einde citaat. Ook zij geven aan dat er nog een aantal onderwerpen zijn die uitgewerkt moeten worden. En dus een extra verhoging van 35% nog niet aan de orde zou moeten zijn. Als het college het echt belangrijk vindt dat sporten en beweging belangrijk is, dan zal er meer werk gemaakt moeten worden van het zoeken naar een andere bezuiniging en of extra middelen. In uw coalitieakkoord geeft u aan om de inzet van WMO-gelden te koppelen aan sport en bewegen. In dit voorstel zien we daar niets van terug. Dat u ervoor kiest om meer jarenafspraken te maken en daardoor verenigingen duidelijkheid te geven, is op zich prima. Maar dan zou dat ook op een andere wijze moeten kunnen dan een verhoging door te voeren van 35% voor de komende jaren. Dat is wat ons betreft een te makkelijke wijze. Tevens missen we de relatie met de klampen en het punt wat betreft de verhoging van de tarieven. Komen deze extra verhogingen die de gebruikende verenigingen moeten betalen ten gunste van de stichtingen? Of worden deze in mindering gebracht op de bijdrage die nu van de gemeente aan deze beide stichtingen jaarlijks wordt verstrekt? Ook dat zou een bezuiniging betekenen voor de sport. De voorgestelde tariefsverhogingen zouden in de praktijk betekenen dat een vereniging als KEV in 2023 in totaal 39,8% meer moet betalen. Dat vragen aan verenigingen die niet of nauwelijks mogelijkheden hebben om via zelfwerkzaamheid op de kosten te besparen, kan niet de bedoeling zijn. En ook missen wij de effecten van de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden, waarvoor in de kadernota een bedrag van 100.000 euro aan jaarlijkse kapitaallasten wordt opgevoerd. Hoe staat dat bedrag in relatie tot de bedragen die in het voorliggend voorstel zijn verwerkt? Kortom, vinden wij het raadsvoorstel niet goed onderbouwd, te prematuur en onvolledig. Waarom niet alle mogelijkheden goed onderzoeken en dan met een compleet voorstel, wat inderdaad gedragen wordt door de betrokken verenigingen en platform? Waarom deze haast? Het gaat om een relatief klein bedrag in relatie tot de gehele begroting, maar heeft wel een grote impact voor de verenigingen. Uit dit voorstel blijkt dat dit college te snel de greep doet naar verhogingen van inkomsten en te weinig zoekt naar alternatieven. Dat is spijtig, want al die vrijwilligers waar dit college zoveel mee opgeeft, worden daar nu de dupe van.
Tot zover onze inbreng. Dank u wel. Excuus voor mijn hoesbui net. En dank u meneer Smelder die het overgenomen heeft. En u gaat als namens de ChristenUnie wilt u het woord voeren. En ik geef u bij deze het woord. Voorzitter, dank u wel. Fijn dat u weer op die stoel zit. Dan kan ik nu mijn betoog doen. Dat is straks anders wel heel erg lastig geworden. Voorzitter, bezuinigingsdoelstelling lijkt onhaalbaar, heb ik hierboven staan. Maar ik wil eerst naar de brief van het sportplatform. In zekere zin hebben wij die als bijzonder gekwalificeerd. En eigenlijk ook niets nieuws, maar wel bijzonder. Het sportplatform praat volop met het college en desondanks toch een briefwisseling met wat accenten. Hoe heeft uw wethouder de inhoud dan beoordeeld? Kunt u daar straks in uw termijn eens op terugkomen? Sporten is in Twenterand in verhouding goedkoop. En dat blijft er met dit voorstel ook. Kijk maar eens naar tarieven in de omliggende gemeenten. En we hebben het al vaker gezegd, waarom willen wij dat zo in stand houden? Wij, ChristenUnie, zijn voor een zeer toegankelijk sportklimaat. En willen graag dat de Twenterander maximaal aan sport kan doen. Dat onze inwoners een breed en toegankelijk aanbod hebben om te kiezen voor welke vereniging en waar men zich bij aansluit. Of dat nu een georganiseerde sport is of een ongeorganiseerde sport, dat doet niets af aan onze inzet om 75% van onze inwoners aan sport te kunnen laten doen. We vinden het jammer dat we klaarblijkelijk met een grote weerstand op bezuinigingen te maken krijgen. Telkens weer opnieuw. De voorstellen die vanuit de sportclubs zijn voorbereid, lijken realistisch en ook wel mogelijk. Maar het is niet genoeg. De clubs willen de contributie namelijk niet graag verhogen. Ook zojuist heb ik de heer van de Kozijnen dat nog eens een keer weer horen betogen. En eerlijk is eerlijk, dat is ook geen leuke klus voor een bestuur. En dat levert ook best veel weerstand op van de leden. En grotendeels zit daar natuurlijk ook de crux. Maar misschien is het wel mogelijk om het op een andere manier toch wat bespreekbaar te maken. De huurverhoging om de kostendekkendheid te verhogen, is dat wel een reëel voorstel. Je zou in onze ogen ook best naar alternatieve besparingen kunnen kijken of alternatieve invulling kunnen kijken. Wij geven nu dus graag in aanvulling een gedachte mee. De aansluiting van de sportparken en sportvoorzieningen op het nieuwe zonnepark in aanleg, waar we volledig eigenaar van zijn, zou daar best een oplossing voor kunnen zijn, want de wethouder Milieu heeft ons duurzaamheid even onlangs aangegeven dat er gemiddeld kwaliteitspanelen moeten komen en dat een gemiddeld paneel meer zou moeten opbrengen. En we hebben een studie gelezen onlangs van Meerzon, waarin aangegeven werd dat er relatief meer zonuren in Nederland zijn te verwachten en dus het zonnepark meer warpieks zou kunnen opwekken en opleveren dan we vooralsnog rekening mee hebben gehouden. Het is een gedachte om rondom de ontwikkelingen van de sportparken te kijken of we daar wat mee kunnen. De ontwikkeling van open sportparken zoals in de sportvisie is opgenomen en de implementatie van andere voorzieningen, WMO, willen wij toch graag meer ontwikkeld hebben, omdat die maatschappelijke component, en dat hebben we ook in het coalitieakkoord gezegd, ons wat waard is. Wat ons betreft liggen er kansen. En zo spraken wij onlangs een woordvoerder van SCOT, Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand, ik zou zijn naam noemen, dat is de heer Schonebeek, die onze interessante gedachten meegaf en zei, we hebben capaciteitsproblematiek, we zouden graag eens verder met de sportclubs, maar ook met andere accommodatie waar sport gegeven wordt, die leegstaat, om naar klassen gewoon een dag lang les te geven in combinatie met de lesuren en gym die ze hebben. Dat kan wat ons betreft ook prima op locatie. Dus omdat het voorstel ook van onderaf komt en wij dat onvoldoende in dit voorstel lezen, vinden wij dat vooralsnog een zeer interessante gedachte. En we willen graag van de wethouder horen of dat überhaupt een onderdeel is geweest van de bespreking, of dat erbij betrokken is of niet. Onze conclusie is dat er vooralsnog best wel toegankelijke mogelijkheden zijn om nog wat dieper te veronderstellen en te bekijken. Voor vanavond is wat ons betreft voldoende, wethouder, als u onze fractie een toezegging doet om te willen kijken of er nog meer mogelijkheden zijn die wij u vanavond hebben aangereikt, die eraan kunnen bijdragen om de kostendekkendheid te verhogen, maar ook het subsidiebedrag en de dekking die we daarvoor hebben gegeven en de bezuiniging toch wat meer haalbaar te maken. Want ja, ik ben het ook eens met wat de SGP-fractie zei. We moeten wel zuinig zijn en goed kijken hoe we onze geld inzetten. En elke kans die we hebben, en zo werkt het in een gemeente als onze,
Dat moeten wij realistisch bekijken. Dus wat ons betreft krijgt u van ons wat meer tijd als u dat zou willen. En misschien kunt u dan ook de vraag die mevrouw Uitslag zojuist gesteld heeft straks duidelijk maken in termijn. Waarom moet het voorstel nu en kan dat niet weer verder op in de tijd genomen worden? Dus vooralsnog, voorzitter, zijn wij positief kritisch op uw voorstel. De heer Jonker heeft de vraag nu. De heer Jonker, u mag een vraag stellen. Ja, voorzitter. De heer Smelt stelt de vraag die ik hem zou willen stellen ook aan het college. Maar hoe denkt hij er zelf over dat het niet beter is om zo'n ingrijpend voorstel, zeg maar, integraal te behandelen bij de kadernota, omdat daar ook over gesproken wordt? Smelt aan u het woord. Ja, voorzitter, ik stel de vraag niet voor niks aan het college, want ik wil graag een totaalafweging maken en ik heb de wethouder niet vooraf geconsulteerd. Dus ik wil eerst een beantwoording graag hebben, meewegen en misschien dat ik in tweede termijn daar wel op terugkom. Maar ik heb die vraag ook aan de wethouder gesteld omdat ik een beter beeld wil hebben en ook graag van hem wil horen wat de motieven zijn, wat de onderliggende gedachte is. En ik vind dat we dat met elkaar hier moeten horen en dat we dan op basis daarvan mogen wij ook wel inzichten kunnen krijgen waar hij mij, onze fractie, mee overtuigt die we niet gezien hebben. Dus ik vind het wat vroeg in het debat om dat nu te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van Gemeentebelang. Aan u het woord, heer Stolten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kostendekkendheid sport. Goh, het was wat in 2001. Toen werd er al over gesproken. Kostendekkendheid sport. Joh, het is wat in al die jaren. Wat is er niet een onderzoek naar gedaan? Wat is er niet vaak over gesproken? Wat zijn er geen voorstellen teruggenomen? Kostendekkendheid, sport. En hoi, het wordt wat, zoals het nu lijkt. Nee, ik ga niet zeggen dat je van sporten fitter wordt. Ik ga niet zeggen dat sport je gezondheid bevordert. Ik ga niet zeggen dat sport beter is voor je welzijn. Ik ga niet zeggen dat er niet gekeken is naar het draagvlak van de sportclubs. Ik ga niet zeggen dat er niet gekeken is naar tarieven van omliggende gemeenten. Ik ga niet zeggen dat er geen overleg met het platform en de clubs heeft plaatsgevonden. Ik ga niet zeggen dat er niet gekeken is naar evenwicht tussen binnensport en de buitensport. Ik ga wel zeggen dat de GPT-fractie tevreden is over de inbreng van wethouder Paters in verband met meerjarige afspraken met de sportplatform en de clubs. Als het niet goed is, zeg ik het ook, en nu is het wel goed, mijn complimenten. Ik ga wel zeggen dat de GPT-fractie gelukkig is met het meedenken en het meepraten van de leden van de sportplatform en de verenigingen. Ik ga wel zeggen dat meerjarige afspraken duidelijkheid geeft voor sportplatform en de clubs. Ik ga wel zeggen dat clubs blij zijn dat ze nu niet ieder jaar met bezuinigingsvoorstellen worden geconfronteerd. Ik ga wel zeggen dat de mogelijkheden van tarievenverhoging en vergoedingen voor zelfwerkzaamheid nu eigenlijk wel een beetje uitgeput zijn. Ik ga wel zeggen dat het college nu zelf ook wel ziet dat de beïnvloedbare kosten, dat daar nauwelijks nog wat te halen is. Ik ga wel zeggen dat op de genoemde bezuinigingen in de denkrichtingen in de bijlagen wellicht nog mogelijkheden bieden. Maar daar is ook draagvlak weer een hele belangrijke factor. Ik ga wel zeggen dat sport in het algemeen voor de GBT-fractie een belangrijke schakel is in de participatie naar de samenleving. Ik heb namens de fractie nog drie vragen aan de wethouder. Het werd net ook al even genoemd. En mijn vraag is, lopen de tarieven van een binnensportvereniging die gebruik maken van het punt en de klampen, lopen die parallel met deze verhogingen die in dit voorstel staan? Met andere woorden, leveren zij ook een bijdrage aan de hogere kostendekkendheid van de sport? En de tweede vraag is, er wordt nu 48.000 euro bijgedragen aan de kostendekkendheid van de sport. Er ligt een taakstelling van 100.000 euro in de ontbrekende bezuiniging. Er ligt een taakstelling van 100.000 euro.
is de ontbrekende bezuiniging van 52.000 euro voor de sector nu compleet van tafel, is mijn vraag. En dan over de privatisering, dat heb ik eigenlijk een beetje gemist. Er zijn clubs in Twenterand die hebben al stappen op dit pad gezet. Het college heeft zelf ook al voorstellen aan clubs in die richting gedaan. En mijn vraag is, wat is hierbij de stand van zaken op dit moment? Wie neemt het initiatief? Kortom, wordt er ook voortgang geboekt op dit punt? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik wethouder Paters het woord. Die zal reageren namens het college. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de fracties voor hun inbreng. Voordat ik op een aantal zaken inga, hecht ik eraan om te schetsen wat wij in het afgelopen jaar gedaan hebben in samenwerking met het sportplatform. Bij mijn aantreden, en dat is bijna een jaar geleden, wist ik dat er een bezuinigingsopdracht lag van oplopend naar 100.000 euro. En ik wist ook in de afgelopen 8 jaar de inbreng van het sportplatform. En we hebben vlak voordat de coalitie van start ging nog de brief gekregen met de 7 punten waarin stond dat de bezuiniging van tafel moest. Dat was, voorzitter, het uitgangspunt toen wij de gesprekken met elkaar aangingen. En ik heb vanaf het begin aan het sportplatform gevraagd en hun ook de hand gereikt. Denk mee, kom met voorstellen en laten we samen kijken hoe ver we kunnen komen. In eerste instantie kijkend naar de opdracht zo die er lag, gegeven door weliswaar een vorige raad, maar dat maakt niet uit, hij lachte wel. En al pratend en al voorstellen wegend kwamen we tot de conclusie dat je, als je die ton zou willen halen, een aantal maatregelen zou moeten nemen die deze wethouder in elk geval niet verantwoord vindt. Want dat betekent dat je nog meer moet gaan draaien aan de knop van de tarieven, dat je de vergoeding voor zelfwerkzaamheid naar beneden zou moeten brengen en dat je daarmee clubs in de problemen brengt. Want wat betekent het als je de vergoeding voor zelfwerkzaamheid naar beneden brengt? We realiseren ons allemaal dat mensen werken steeds langer. Dus het aantal mensen dat überhaupt iets kan doen voor verenigingen, dat neemt zienderogen af. En dat is iets wat je mee moet laten wegen in je beslissing. We vragen meer van sportverenigingen in het sociaal domein. We willen dat mensen langer bewegen, dat mensen anders bewegen, dat oudere mensen ook bewegen. Walking football is daar een mooi voorbeeld van. Dus we vragen meer van hun. We vragen hun om mee te doen. En inderdaad, de heer Smelt refereerde daar al aan, de koppeling met WMO. Ik kom daar zo nog op terug. Maar je kan daarin meer doen. Maar dat kan niet als je aan de ene kant zegt van ik vraag veel meer van u. En aan de andere kant zegt van en hier heb je een tariefsverhoging. Dan kan ik mij voorstellen dat verenigingen zeggen, wethouder, college, raad, het is fantastisch dat u dat allemaal van ons vraagt. Het is fantastisch dat u ziet dat wij daar een rol te doen hebben. Maar u maakt het ons onmogelijk die rol te vervullen en om die rol te pakken. Dat wil dit college, dat wil deze wethouder niet voor zijn rekening nemen. Dat is de reden dat we uiteindelijk geconcludeerd hebben, al pratend en ook alle voorstellen afpellend, dat de verhoging of de bezuiniging van een oplopend naar een ton, 100.000 euro, dat hij niet verantwoord is. En dan kun je heel makkelijk zeggen van ja, hij staat er en dan moet je het maar doen. En wij hebben gemeend dat juist niet te moeten doen. Ik vind dat je ook als college het lef moet hebben om te zeggen, dit heeft gevolgen die wij niet voor onze rekening willen nemen. En dan moet je met een voorstel komen, en dat is dit voorstel, om het dan gedeeltelijk terug te draaien. Ik pauzeer even, voorzitter. Ja, dat mag. De heer Jonker heeft de vraag aan u. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft net aan niet verantwoord. Er is lef voor nodig. Ja, dat geloof ik allemaal. Maar wat gebeurt er als er het raadsbesluit zoals het er lag, wat zou dan gebeurd zijn met onze sportverenigingen? Zou die allemaal dichtgaan? Waar heeft u het dan over? Het is niet verantwoord, maar... Oké, wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank.
Ik neem aan dat de heer Jonker ook weet dat wij in Twenteland te maken hebben met een relatief grote groep kwetsbaren in onze samenleving. Dan hebben wij dus alle belang bij dat wij geen dingen doen die bijvoorbeeld een contributieverhoging, een extra forse contributieverhoging te werk stellen. En dat is een van de dingen die wij niet voor onze rekening willen nemen. Je wil sport, ook kijken naar de 75% waaraan gerefereerd is, je wil sport wel zo bereikbaar mogelijk houden. En als je dan weet dat er verenigingen zijn die nu al het moeilijk vinden om de eindjes aan elkaar te knopen, dan kun je die onverkort doorvoeren. En dan weet ik zeker dat ik hier over 2 jaar sta, of over 1 jaar misschien, en dan staat u daar weer, misschien op dezelfde plek, ander pak misschien, ik misschien ook ander pak, maar dan staan we wel zo tegenover elkaar. En dan gaat u mij de vraag stellen van, goh, hoe kan het toch dat verenigingen steeds minder leden hebben? Hoe kan het toch dat de 75% niet gehaald wordt? Dat zijn afwegingen die je maakt. En dat is de reden waarom uiteindelijk het voorstel er ligt zoals het er ligt. En als ik dan even voort mag borduren op de tariefsverhoging die we wel doorgevoerd hebben. We hebben inderdaad gekeken naar omliggende gemeentevoorzitter. En ons daarbij volledig gerealiseerd dat het vergelijken van binnensport makkelijker is dan het vergelijken van buitensport. En we hebben dan ook moeten constateren dat de afgelopen 8-9 jaar er geen tariefsverhoging geweest is. Nul. Niet anders dan de indexering. Dat feit op zich is geen reden voor een tariefsverhoging. Dat zou al te makkelijk zijn. Maar we hebben wel gezegd, als wij van al onze inwoners wat vragen, kijken naar de financiële situatie van de gemeente, dan is een tariefsverhoging die gefaseerd wordt doorgevoerd, wat ons betreft, uit te leggen. En ook het sportplatform realiseert zich dat het niet zo kan zijn dat tot in de eeuwigheid er geen tariefsverhoging plaats zal vinden, voorzitter. Dank u wel. Een aanvullende vraag, meneer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter. De toegankelijkheid van sport, dat is inderdaad een ding. De sterke schouders sterke lasten kunnen dragen, dat is ook zo. U kunt daar wel een verschil in maken. Dat is meer in algemene zin, zou ik daaraan willen toevoegen. Maar de tarieven, waar u ook op duidt, die zijn nog niet gelijk met omliggende gemeenten. Daar is ook vast een reden voor. En het blijft gewoon, wat ik ook gezegd heb, linksom of rechtsom zou alles toch betaald moeten worden en zullen keuzes gemaakt moeten worden. En er is net ook al eerder aangegeven, gerefereerd aan het 75%. Het kort houden, meneer Jonker, dat is kort houden, want anders dan herhaalt u het. Die 75% die in het coalitieakkoord staat, ja, dat hoeft natuurlijk niet allemaal besteed te worden aan sportvereniging. Want je kunt heel veel bewegen zonder dat je een sportvereniging voor nodig hebt. Wethouder, vervolg uw betoog. Dat klopt. En dat kan op heel veel manieren, maar we hebben wel een rol om te zorgen dat onze sportverenigingen leefbaar zijn en dat die bereikbaar blijven. Niet alleen over de weg, maar vooral ook financieel bereikbaar blijven. En dat is een keus die wij maken. Dat hoeft niet uw keus te zijn. Ik kan mij de discussies met uw voorgangers herinneren in deze raad. Wij verschillen daarover van mening, maar dit is de keus die dit college maakt. En dat doen we ook op basis van gesprekken die wij met het sportplatform gevoerd hebben. En ik hecht eraan om te zeggen dat het goede gesprekken geweest zijn die in een goede sfeer constructief hebben plaatsgevonden. En daar ben ik heel blij mee. En als ik dan voort mag gaan, voorzitter, dan is dit ook het goed moment om te zeggen dat de gesprekken nog niet ten einde zijn. U heeft kunnen lezen in de brief van het sportplatform dat er nog een aantal zaken zijn die nader onderzocht worden. En dat betekent ook dat, hoewel dit voorstel er nu ligt, en of het bij de kadernota behandeld wordt, ja of nee, daar gaat u over. Ik ga niet over wat u wanneer behandelt. Wij hebben het voorstel naar u toegebracht. Wij spreken er vanavond over. En wanneer u daarover wenst te stemmen, dat is aan u. Dat mag bij de kadernota. U heeft overigens in de kadernota ook kunnen zien de dekking van dit verhaal. Ook daar staat hoe we het oplossen, een deel structureel, deel incidenteel. Dat staat al in de kadernota. Even kijken. Wordt de doelstelling gehaald van 75% sport? Ik kom naar de vragen die gesteld zijn, voorzitter. Daar is alles op gericht. En ik heb net geprobeerd uit te leggen wat we doen
in gesprekken met het sportplatform en welke tariefsverhoging wij nog verantwoord vinden. Of de inzet van verenigingen in gevaar is. Ik denk dat je daar bijna geen algemeen antwoord op kan geven. Ik denk dat een vereniging met 800-900 leden wellicht anders en makkelijker de dingen zal kunnen doen dan een vereniging met pak een beetje 50 leden. In zijn algemeenheid denk ik dat we zien dat het kader, dus de mensen die bij de sportverenigingen het werk moeten doen, dat steeds meer onder druk komt te staan. Want vroeger ging iemand, als je geluk had, met 57, 55 met de fut, en dan had je nog 10, 15 jaar om vrijwilligerswerk bij de club te doen. Of dat nou onderhoud is of training of wat dan ook. Met het langer doorwerken zien we ook dat die vijver steeds kleiner wordt. En dat is wel iets waar we ons terdege van bewust moeten zijn en waar we ook moeten proberen een antwoord op te vinden. En dat is beslist niet makkelijk. De VVD heeft het over de veranderingen in de subsidiesfeer. Volgens mij heeft dit niet iets met subsidie te maken. Gaat dit wat er nu ligt over tarieven? Geen eenduidige overeenstemming. Nou, ik geef aan dat wij in gesprek zijn en blijven met het sportplatform. Het zou kunnen dat er bijvoorbeeld richting de begroting nog een wijzigingsvoorstel komt, als de gesprekken met het sportplatform die wij voeren daar aanleiding toe geven. De antwoorden bij de stukken, dat beantwoording is bekend. Ik zal ervoor zorgen dat die via Griffie naar u toe komt. En of we rekening houden met de toekomstige sport- en beweegvisie, dat proberen we in alles te doen. Maar vooralsnog lag wel die 100.000 euro op tafel waar we eerst een antwoord op moesten vinden. U weet dat de vorige raad een aantal keren bezuiniging gepauzeerd heeft. Maar ergens moet je kan niet blijven pauzeren, hè, want dan schiet je wel gat in je eigen begroting. Dus daar moet je ook wat mee. Ik heb al gereageerd op het meenemen bij de kadernota. De verenigingen onnodig opgeschrikt. Nou, meneer Jonker, ik weet niet wat u onder opschrikken verstaat. Ik denk dat je als vereniging eerder niet schrikt dan wel. Ik denk dat verenigingen pas echt geschrokken zouden zijn als we onverkort die 100.000 euro zouden hebben doorgevoerd. Met de bijbehorende mogelijkheden die wij als gemeente hebben. Dus we blaffen wel, maar we bijten niet. Ik ben dat beslist niet met u eens. We zijn in gesprek. En op basis van gesprekken met wederzijds respect hebben plaatsgevonden, daarvan is dit de uitkomst. Het gaat ons niet om het blaffen, het gaat ons om een goed gesprek. Maar u mag blaffen, dat is uiteraard aan u. Even kijken. Niet gepast om nu te behandelen, zegt de CDA-fractie. Overigens, mevrouw Uitslag, u stelt een aantal best wel technische vragen. Met uw goedvinden gaan we ervoor zorgen dat u die toegestuurd krijgt, de beantwoording daarvan. Meer werk maken van het zoeken naar oplossingen. Nou ja, dat is wat ik zojuist heb aangegeven. Hè. Dat zijn we nog steeds aan het doen. Dit is een tussenstap. Maar u moet zich wel realiseren dat als we nu niet met dit voorstel zouden komen met bijbehorende dekking in de kadernota, dat die ton nog steeds recht overeind zou staan. En die zou niet gehaald zijn. En dan schieten we een gat in de begroting. En dan had u daar dekking voor moeten vinden. Nu doen we wat we doen om in elk geval richting sportverenigingen duidelijkheid te geven over de richting die we kiezen. Kan die richting uiteindelijk voor de sportverenigingen nog meevallen als de gesprekken met het sportplatform daar aanleiding toe geven? Jazeker, dat zou kunnen. En ik zou dat toejuichen. Daar zijn we nog steeds volop over in gesprek. Maar dat is eigenlijk waarom we nu deze stap zetten, om ook het voorstel van voldoende dekking in de kadernota te kunnen voorzien. Anders had dat niet gekund en dan had die ton er nog steeds gestaan. En dan zou hier waarschijnlijk een andere inspraakreactie ook van het sportplatform te horen zijn geweest. De kunstgrasvelden staan hier los van. Dat gaat over de vervanging van de toplaag. Die hebben op zich niks te maken met de tarieven. Dus, u noemt het raadsvoorstel onvolledig, niet onderbouwd. Dat is een kwalificatie die ik voor u laat. Of in dit geval voor via u laat ik die aan de heer Kelder. En weet je, ik ben het daar niet mee eens, voorzitter. Ik vind dat wij op een hele goede manier de gesprekken gevoerd hebben. Dat die duidelijk gemaakt hebben dat wij wat wij gedaan hebben, welke wegen wij bewandeld hebben, welke oplossingsrichtingen we bekeken hebben en nog steeds aan het bekijken zijn.
Dus wij verschillen van mening over dat het niet onderbouwd is. Te snel de greep naar verhogingen. Nou, ik heb denk ik voldoende daarover gezegd, voorzitter, waarom ik het met u oneens ben dat dit te snel een greep naar verhogingen is. Het staat u overigens vrij als fractie om bij de kadernota met een voorstel te komen waardoor u de ton helemaal van tafel houdt. Maar daarover was in vorige periodes het gesprek niet mogelijk. Geef ik u dan ook nog even mee. En de vrijwilligers worden de dupe. Ja, ik begrijp niet zo goed wat ik met die opmerking moet. Want vrijwilligers zijn de kurk van heel veel verenigingen. En dat is juist de reden dat wij kiezen voor niet puur waarom ik niet getornd heb aan de hoogte van de vergoeding voor zelfwerkzaamheid. En waarom we de tariefverhoging gefaseerd doorvoeren met bijbehorende dekking. Dan de ChristenUnie die vraagt hoe ik de inhoud van de brief van het sportplatform beoordeeld heb. Op zich heb ik geen problemen met de brief die gestuurd is. Het is eigenlijk een opsomming van een aantal denkrichtingen waar wij met z'n allen nog mee bezig zijn. Dus op zich geen probleem. Nee, en ik hecht eraan te zeggen dat de relatie met het sportplatform dusdanig is dat dat ook kan. En dat dat bij mij geen enkel probleem oplevert, voorzitter. Aansluiting op het zonnepark. Ik denk dat dat iets is wat wellicht op een later moment terug zal komen. Op het moment dat we in de volle breedte kijken naar het sportpark in het midden. En dan zou dat tot de mogelijkheden worden. Daar kijken we zeker naar. De suggestie die u doet, en die was mij bekend overigens van SCOT. Met klassen en lokalen en dergelijke. Ik vind de gedachte heel mooi. En ik begrijp ook waarom SCOT dat zegt. Maar mijn handen zijn in die zin gebonden, want er is geen noodzaak om het te doen. Dus hebben wij niet de plicht om het te doen. En als er echt een uitbreiding zou komen of er moet nieuwbouw gerealiseerd worden, dan zou je die mogelijkheden hebben. Maar geen enkele school is daar op dit moment aan toe. En dus hebben wij daar niet iets in te doen. Als SCOT dat wil en met een zak geld over de brug komt, dan ben ik de eerste die met ze in gesprek gaat. Maar op dit moment hebben we daarvoor helaas geen mogelijkheden, hoewel ik de meerwaarde zoals die geschetst wordt wel zie. En dat is soms een hele vervelende tegenstelling waar je wel mee te maken hebt. En dan de GBT-fractie als laatste. De tarieven van het punt en de klampen, ja, die worden daarin meegenomen. Is de 52.000 euro van tafel? Ja, want de dekking daarvoor vindt u in de kadernota. En de privatisering, de stand van zaken. Wij zijn met heel veel, we zijn met verenigingen in gesprek. Er is op dit moment één vereniging waar een voorstel ligt voor privatisering. En als daar mogelijkheden zijn, dan zullen wij zeer wel kijken en ook zeer welwillend kijken of dat tot de mogelijkheden behoort. Omdat een privatisering ons in eerste instantie weliswaar geld kost, maar op de langere termijn een voordeel oplevert voor de gemeentebegroting. Dus daar zijn we toe bereid, maar wel op het moment dat verenigingen dat zelf ook aangeven. En wij kijken altijd met verenigingen mee en van, goh, zou het wat voor jullie kunnen zijn, heb je daaraan gedacht. En op het moment dat een vereniging het interessant vindt, dan werken wij het uit. Tot zover, voorzitter. Oké, dank u. Mevrouw Uitslag heeft nog een vraag nu. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien heb ik hem gemist, maar wij hadden nog een vraag gesteld over de relatie met de klampen van de klampen en het punt betreffende de verhoging van de tarieven. En of die tarieven dan, die extra verhoging die de gebruikende vereniging moeten betalen ten gunste van die stichtingen, of worden ze in mindering gebracht op de bijdrage die voor de gemeente aan deze stichting jaarlijks worden verstrekt? Wethouder, aan u het woord. De vraag over de tariefverhoging heb ik zojuist beantwoord richting de heer Stolte. Of die ten goede komen aan de stichting en dat antwoord moet ik op dit moment schuldig blijven. Dus die nemen we mee bij de beantwoording van de andere technische vragen. Voordat ik daar iets over zeg wat niet correct blijkt te zijn. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook we hadden nog een vraag openstaan over de beïnvloedbare kosten en niet beïnvloedbare kosten. Die 232.000 euro meerjaren onderhoud en die 1.066.000. Waarom dat dan vast in beton gegoten is. En dat is meer ook een vraag van het sportplatform. Die dat al in november 2018 gevraagd heeft. Maar misschien kunt u daar ook meenemen in uw brief. Wethouder, aan u het woord. Ik ben uiteraard bereid om dat mee te nemen. U heeft al een antwoord gekregen
over de toegerekende lasten en dergelijke. Dus in beton gegoten. Ik denk dat dat bijna een vraag is die u aan wethouder Koster zou moeten stellen van financiën. Want dit is een heel systeem van toegerekende lasten. En ik denk dat wij daar principieel iets van zouden moeten vinden. Voordat je kan zeggen van we tillen er één deel uit. En dat is in dit geval de sport. En daar doen we dat niet. Die systematiek die zit door alles heen wat we aan het doen zijn. Dus daar zult u echt op een ander moment. En ik vrees ook met een andere portefeuillehouder wat diepgravender over moeten spreken als u dat wenst. Dus in die zin is het inderdaad in beton gegoten, omdat gewoon de mogelijkheid er niet is om voor de sport dat even anders te doen. Helaas. Dat vindt inderdaad de wethouder Sport. Ja. Ja, het vindt het mijn voorkomen, voorzitter. Dank voor het antwoord. Maar dan moeten wij die vraag dan meenemen naar de richting wethouder Financiën. Maar dat neemt dus ook waar dat wij vinden dat dit dan besproken wordt bij de kadernota. Dus ik hoor graag hoe de andere collega's daar ook over denken. Nu het antwoord. Goed, daar kom ik straks wel even op terug. Ik ben nog niet aan het eind van het debat. Ik kijk even of er een behoefte is aan een tweede termijn. Nee, ik kijk even rond. De heer Smelt. Alleen de heer Smelt, u een tweede termijn en dan zal ik komen tot een... En voordat de heer Smelt begint wil ik toch even benadrukken dat technische vragen graag van tevoren gesteld worden, zodat ze ook van tevoren beantwoord kunnen worden. Want daar hecht ik wel aan. Ik heb er net geen opmerking over gemaakt, maar het is wel goed om dat even goed scherp steeds te hebben. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hou de tweede termijn kort. Ik vond de beantwoording van de wethouder over duidelijk. En op vragen die wij hem gesteld hebben ook duidelijk genoeg om daarmee de keuze die we in de kadernota moeten maken, om die op te maken. Dank u wel daarvoor. Wat ons triggerde uit de brief van het sportplatform had hem juist met die tariefstelling te maken. Want zij schreven, we zijn nog steeds bang dat de tariefsverhoging zou leiden tot. En daarom vroeg ik u ook in uw termijn om aan te geven hoe u dat gelezen heeft. En toen u zei, we zijn in gesprek en blijven in gesprek en we zijn nog aan het kijken of er aanknopingspunten zijn, kon mijn fractie ook de duiding van de brief van het sportplatform, overigens ook de inspraak die u gedaan heeft, beter plaatsen. Dus vooralsnog zijn wij blij met de manier en de route die u volgt. En steunen wij u ook om te komen tot de maximalisering van de haalbare mogelijkheden die er zijn. En wij accepteren. Wij accepteren dat ergens er geen mogelijkheid meer zijn om nog harder in de spons te knijpen. Mijn fractie is zich daarvan bewust en is met u bereid om te kijken van waar kunnen we in gezamenlijkheid met de sport tot een gemeenschappelijke oplossing komen. Vooralsnog, voorzitter, is dat de inbreng in mijn termijn. Dank u wel. Dank u wel. Geen vraag aan de wethouder gesteld. Dan sluit ik de tweede ronde af voor dit moment. En ik leg dan maar voor of u dit onderwerp op 25 juni wilt bespreken, we aftikken in de raad, of dat u zegt wij willen het op 9 juli doen. Dus ik zit even te kijken, ik ga even de fracties belangs, de heer Stolte. 25 juni. 25 juni. Beide kan. Beide kan. CDA. Beide kan. De SGP. Ja, nou, voorzitter, wij hechten gewoon aan een integrale afweging en die behoort bij ons thuis bij de kadernota. Dat klopt. Ja. Beide kan voorstel. Ik stel voor om het op 25 juni tijdens de raadsvergadering te doen. 25 juni komt dit voorstel in de raad. De technische vragen worden vooraf beantwoord. Ik sluit deze avond en dank u allemaal voor uw inbreng. De postbakjes moet u nog leegmaken. Ik meld het maar even. Ik weet niet wat erin zit, maar ik meld het maar. U heeft het gemerkt, de raadsdebatten zijn afgelopen. 9:55. Drie onderwerpen, wel belangrijke onderwerpen. We hebben het gehad over de koopzondag. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Dat komt 25 juni aan de orde. We hebben het zojuist gehad over de kostendekkendheid van de sport. Ook dat is een onderwerp
waar de raad niet helemaal unaniem gelijk over denkt. Er is een compromisvoorstel ligt op tafel. Oorspronkelijk zou er 100.000 euro bezuinigd moeten worden richting de verenigingen, de sportverenigingen. Dat is teruggebracht naar 48.000 euro. En dat is in goed overleg, zoals de wethouder heeft verklaard, gegaan met het sportplatform. Ook de jaarstukken van Soweco zijn aan de orde geweest. Dat was heel erg druk. Er was een actie van de Soweco-medewerkers en de ondernemingsraad van Soweco. Alleen het ging vanavond over de jaarstukken van Soweco als bedrijf. En daar is wel consensus over. Iedereen, inclusief de wethouder, heeft aangegeven dat de prestaties van het bedrijf Soweco heel erg positief zijn. En dat de gemeentelijke bijdrage aan Soweco, dat het er naar uitziet dat dat jaarlijks vermindert. Er wordt een motie vreemd ingediend in de raadsvergadering van 25 juni. En daar wordt ingegaan op de situatie van de medewerkers. De medewerkers die hier in zo'n grote getale aanwezig waren. Ik dank u voor uw aandacht voor deze raadsdebat en ik wijs u graag op onze uitzending van komende donderdag, 13 juni, Politieke Stem op Delta FM. En daar gaan we het onder andere ook hebben met een aantal gasten over de onderwerpen die vanavond zijn besproken. En we gaan vooruitblikken op de vergadering van de kadernota. Eén gast is zeker voor donderdag, dat is Erik Veldmeijer. Raadslid Jan Kuilder is door familieomstandigheden, trieste familieomstandigheden, vanavond verhinderd. En ik weet niet, maar ik neem aan dat hij er donderdagavond ook niet bij zal zijn. Dus wij zoeken daar nog een oplossing voor. Maar de uitzending gaat zeker door. Tot donderdag.